uw voorzitter zijn, technisch voorzitter. We zijn hier aanwezig in een vrij grote getale met raadsleden uit Geest, Heemskerk, uit Beverwijk, Velzen en Zaanstad. En daarnaast zijn er nog aanwezigen uit de provincie ook om een toelichting te geven of om toe te horen wat uw vragen zijn. De agenda voor vanavond is vrij simpel. We krijgen eerst een presentatie over het verloop van het proces. Hoe is het proces geweest om het landschapsplan tot stand te brengen? Vervolgens krijgen we een presentatie over de inhoud van het plan. De presentatie over het proces zal door Pieter-Jan Lebrijn worden verzorgd. En de presentatie over de inhoud door Wolter te Riele. En vervolgens krijgen we ook nog een korte toelichting van Magdalene Sturm van het kwaliteitsteam over hun advies over dit plan. Daarna is er ruimte voor vragen. En ik zou u ook willen vragen om die vragen tot dat moment op te sparen. Dus niet tijdens de toelichtingen vragen te stellen. Omdat het voor zowel degene die de presentatie verzorgt als voor degene die het ook moet volgen fijner is als het in één geheel kan worden tot je genomen. De agenda. Ik heb een paar huishoudelijke zaken. Zoals ik al zei, we krijgen eerst de presentaties en dan pas de vragen. De presentaties die worden u ook beschikbaar gesteld via de Griffie. Dus wij sturen de presentaties naar de Griffies toe en dan verzorgen die verder de verspreiding onder de raadsleden. We beperken ons tot technische vragen. En ja, u bent allemaal politici, dus, of politicus. En dat betekent dat u graag ook de politieke discussie aan wilt gaan. Dat snappen wij heel goed. Maar omdat wij ambtenaren zijn, moeten wij ons ook echt beperken tot technische toelichting en beantwoording van technische vragen. Politieke discussie zal echt komen, want die zal in uw eigen gemeenteraad gaan plaatsvinden. We zitten met een situatie dat we dit live uitzenden. Het is dus een live uitzending. Dat betekent ook dat u misschien een iets ander scherm gewend bent dan normaal bij Teams. En wat er bijvoorbeeld ontbreekt, is de mogelijkheid om een handje op te steken. Dat betekent dat we een iets andere afspraak moeten maken over hoe u uw vragen kunt stellen. En ik stel voor dat het, dat is denk ik de makkelijkste methode, om gewoon in de chat even een vraagtekentje in te tikken. En dan weten wij dat u een vraag heeft voor een van de sprekers. En dan is het goed als u de beurt krijgt dat u dan ook even aangeeft aan wie u de vraag stelt. Dus anders dan normaal met een handje is het nu de bedoeling om even de chat functie aan te zetten. Dan een vraagtekentje in te tikken, de enter te geven en dan weten wij dat u een vraag heeft. Het is een live uitzending. Zoals ik al aangaf, dus ook anderen kunnen dit volgen. De live uitzending komt ook later gewoon beschikbaar. Dus dat betekent dat de toelichting en de vragen die u stelt en de antwoorden daarop, dat die gewoon voor iedereen die dat zou willen, beschikbaar komt. Dit is wat mij betreft de toelichting. En nog even de agenda, die heb ik net gezegd, hè, het presentatieproces en dan de inhoud. Dan het advies van het kwaliteitsteam en dan ruimte voor vragen. Ik hoop dat dit voor iedereen duidelijk is. Als dat zo is, dan denk ik ook dat het verstandig is om meteen al naar de eerste presentatie te gaan. En aan Pieter-Jan Lebrijn te vragen om ons mee te nemen in het proces wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Dankjewel, John. De eerste vraag in de chat, of de eerste opmerking in de chat is, werkt de chat? Nou, volgens mij wel. Dus dat hebben we bij deze dan ook met elkaar vastgesteld. Ik ga het scherm met u delen. De volgorde hebben we iets omgedraaid. Ik ga eerst iets vertellen over het proces en daarna zal Magdalene Sturm het advies van het kwaliteitsteam toelichten. En daarna zal Wolter de inhoud van het landschapsplan ook gaan toelichten. Mijn naam is Pieter-Jan Lebrijn. Ik werk voor de provincie Noord-Holland en ik ben projectmanager van de verbinding A8 en 9. Ik ben hier niet alleen in deze sessie namens Noord-Holland,
Bij mij zijn ook Marjolein Groen. Zij is programmamanager van de Stelling van Amsterdam. Het project gaat over de twee aandachtsgebieden. Daarom is het ook goed dat we daar beiden zijn. En ook Vincent Evers is in deze vergadering aanwezig als technisch manager van het project. Ik ga u kort vertellen iets over het proces van de verbindingen 8 en 9, hoe wij tot het landschapsplan gekomen zijn. Het landschapsplan zelf wordt door Wolde te Riele toegelicht. Ik zal nog kort iets vertellen over de adviezen over het landschapsplan en nog kort iets vertellen over het vervolg na het landschapsplan. Waar speelt het? Nou, dat hoef ik u eigenlijk niet uit te leggen. U kent het gebied goed. Aan de linkerkant ziet u het plaatje van de Stelling van Amsterdam, het gearseerde gebied rondom onze hoofdstad. Het groen gearseerde gebied is het plangebied waarin dit speelt. En in het rechterplaatje ziet u dat gebied uitvergroot met groen gestippeld de begrenzing van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Als lijntje gestippeld het plangebied. Blauw gestippeld de tracé van de verbinding A8 en A9 conform het golfbaanalternatief. En het bruinige wat u daar ziet, dat is het bijzonder provinciaal landschap Assendelft en omgeving. Waarom doen we dit project? Dat is enerzijds het verbeteren van de leefbaarheid langs de N203 in Krommenie en Assendelft. En anderzijds het verbeteren van de bereikbaarheid tussen de Zaanstreek en de IJmond. En tussen de IJmond en de Zaanstreek natuurlijk. U ziet aan de linkerkant de N203 in Krommenie. Waar dagelijks ongeveer 40.000, nou ruim 40.000 motorvoertuigen zich doorheen persen. Gelijkvloerse oversteken. Er liggen 5 scholen aan deze weg, waaronder 2 middelbare scholen. En dat leidt tot problemen met geluid, luchtkwaliteit, barrièrewerking en ook sluipverkeer en verkeersveiligheid. Sluipverkeer stuurt hier in het rechterplaatje. Dat is de Dorpsstraat in Assendelft. Dat is een van de meest rechtstreekse routes ook tussen Heemskerk en de A8. Waar ook in de spitsen veel verkeer op zit. En het is ook een drukke Noord-Zuidverbinding voor fietsers. En ook dat verkeer zit elkaar in de weg. En dat leidt ook tot gevaarlijke situaties daar op die route. Het proces van de verbinding A8 en A9 loopt al wat langer. Mag ik heel even, Pieter Jan? Want ja, ik krijg een bericht door dat op het hoofdscherm alleen ik te zien ben. Dat is helemaal niet interessant. En de plaatjes niet. Ik weet niet, Bart, kun jij dat oplossen? Ja, ik heb het inmiddels opgelost, John. Dankjewel. Dat zijn vragen die ik heb gekregen van mensen die van buitenaf meekijken. Dus die zien nu ook gewoon gelukkig het scherm. Ja. Dat is fijn. Dan ga ik door waar ik gebleven ben. Het proces van de verbinding A8 en A9 loopt al wat langere tijd. In 2013 is het meertonderzoek Noordkant Amsterdam afgerond. Een verkenning met Rijk en regio gezamenlijk. En daarin is de afspraak gemaakt dat het Rijk zich gaat richten op de corridors A9 en A7 en A8. En dat de regionale partijen met provincie als trekker zich richt op de corridor N203, N246, oftewel de A8 en A9. We hebben een planstudie doorlopen in 2 fasen, inclusief allerlei milieueffectonderzoeken. Daar kom ik zo meteen nog even iets dieper op terug. En die onderzoeken hebben geleid tot een voorkeursalternatief en dat is het golfbaanalternatief geworden. Dat alternatief dat kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. En daarom is in 2018 besloten om een landschapsplan Stelling van Amsterdam verbinding A8 en A9 uit te voeren. Het huidige college van gedeputeerde staten heeft daarnaast ook besloten om op korte termijn al iets te doen aan de overlast die het verkeer veroorzaakt op de N203. Door onderzoeken te doen naar leefbaarheidsmaatregelen in Krommenie. En onderzoek te doen ook naar mogelijke OV- en fietsmaatregelen. En die onderzoeken zijn afgerond begin 2021. Ook aangeboden aan provinciale staten. En daar is een programma Krommenie uit voortgekomen.
Mochten wij het groene licht krijgen om vervolgens een stap verder te komen in dit proces, dan volgt hierna nog een planuitwerking. Dan wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een juridisch document, een ruimtelijk besluit. Dat zal in een provinciaal inpassingsplan zijn en een tracébesluit. Of in een projectbesluit in het kader van de Omgevingswet. En dat laatste is wel waarschijnlijker gezien de komst van de Omgevingswet in de loop van dit jaar. Pas als die procedures zijn afgerond, dan kan worden begonnen met de realisatie. En in de tussentijd wordt natuurlijk wel gewerkt aan de uitvoering van programma Krommenie. De planstudie in twee fasen. We zijn in de eerste fase 7 alternatieven hebben onderzocht. In die fase is getrechterd naar 3 alternatieven. De 7 alternatieven ziet u hier op het kaartje geprojecteerd, inclusief ook de begrenzing van het werelderfgoed. En we hebben onder andere voor deze 7 alternatieven naast een milieueffectrapportage ook een Heritage Impact Assessment uitgevoerd, een zogenaamde HIA, waarin de effecten op het werelderfgoed zijn beschreven en beoordeeld. Die is ook aangeboden aan het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS. En ICOMOS heeft daarover geadviseerd. En dat advies hield in dat er begrip is voor de problemen die er spelen in het gebied op leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat er een voorkeur is voor alternatief 7 vanuit het werelderfgoed. Dat is het alternatief wat net buiten de begrenzing van het werelderfgoed loopt. Dat het onderzoeken van alternatief 3, het golfbaanalternatief, en alternatief 5, het Heemskerk-alternatief, het onderzoeken waard is. En dat ICOMOS graag visualisaties ziet van de voorstellen die verder uitgewerkt worden. Dat heeft ertoe geleid dat gedeputeerde staten een tweede fase van de planstudie zijn ingegaan met 3 alternatieven. Waarbij alternatief 7 is afgevallen omdat de constatering was dat alternatief 7 geen oplossing bood voor de problemen die geconstateerd werden. En er wel verder gewerkt is met het 0 plus alternatief. En dat is het alternatief wat de bestaande wegen opwaardeert. De bestaande N203 en N246. Voor drie alternatieven zijn visualisaties aangeboden aan ICOMOS. En ook dat is van advies voorzien, ofwel een standpunt. Voor ICOMOS is alleen het 0 plus alternatief acceptabel. Maar gedeputeerde staten constateerden ook dat ook het 0 plus alternatief geen oplossing is voor het probleem dat is geconstateerd. Daarop is ICOMOS uitgenodigd voor een bezoek aan het plangebied. Er is een vertegenwoordiger van ICOMOS anderhalve dag geweest in het plangebied, ook rondgeleid, heeft met diverse stakeholders gesproken. En dat heeft geleid tot een derde advies van ICOMOS. En daarin stelt ICOMOS dat 0 plus alternatief geen duurzame oplossing is. En dat de ontwerpen voor het golfbaan alternatief en het Heemskerk alternatief voor ICOMOS niet acceptabel zijn. Wat wel acceptabel is, is wel uitgevraagd, maar dat heeft ICOMOS niet beantwoord. En dat was voor gedeputeerde staten het zijn om het gesprek met het ministerie van OCMW aan te gaan. Als hoeder van het werelderfgoed, want het ministerie van OCMW is de aanspreekpunt van UNESCO voor de staat der Nederlanden. En gedeputeerde staten zelf hebben geen rechtstreeks contact met UNESCO. In 2018 hebben gedeputeerde staten op basis van het advies van ICOMOS destijds afspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En die afspraken zijn dat de minister de afweging van nieuwe infrastructuur door het werelderfgoed onderschrijft. Dat de uitgangspunten daarbij zijn naast het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft en de bereikbaarheid, ook het versterken van de unieke universele waarde van het werelderfgoedstelling van Amsterdam is. Hier staat OUV, Outstanding Universal Value. Dat zijn de unieke kenmerken van het werelderfgoed. Gezamenlijk is ook geconstateerd dat het golfbaanalternatief daarin het meest kansrijk is. En dat voor dat alternatief een landschapsplan wordt uitgewerkt waarin gekeken wordt naar het behoud en het stel en versterking van de stelling van Amsterdam. En dat een weg optimaal mogelijk wordt ingepast met een integraal ontwerp.
Dat was de aanleiding voor het landschapsplan. De inhoud wordt dadelijk toegelicht. Ik zal stilstaan bij twee adviezen. Het derde advies wordt toegelicht door de voorzitter van het onafhankelijk kwaliteitsteam zelf. Daarnaast hebben wij een advies ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, die ook in dit proces en project nauw betrokken zijn geweest, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Juist ook omdat het ministerie een sleutelpositie heeft in dit project als het gaat om het werelderfgoed en de contacten ook met UNESCO. De brief met het advies is openbaar. Dat heeft u als het goed is ook kunnen zien. En dan wel is aangeboden aan onze commissie en op onze website ook te vinden. Het ministerie is positief over de inhoud van het landschapsplan. Het ministerie geeft daarbij wel aan dat het landschapsplan, wat bestaat uit 40 maatregelen, wel een samenhangend pakket moet zijn. Dat betekent dus dat het pakket in zijn totaliteit uitgevoerd moet gaan worden en dat er niet onderdelen uitgehaald kunnen worden of onderdelen niet uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast vraagt het ministerie ook aandacht voor de inpassing van de randen, die dan ook erfgoedwaardig ingepast moeten worden. En mevrouw Sturm zal daar ook naar aanleiding van het advies van het kwaliteitsteam ook wat dieper op ingaan. Er is ook door de stuurgroep Verbinding A8-Nezen geadviseerd. Daarin zitten de wethouders van uw gemeente, aangevuld ook met de portefeuillehouder van de vervoerregio. Het advies van de stuurgroep is ook positief over het landschapsplan. De stuurgroep vraagt blijvend aandacht voor de effecten in de Broekpolder, met name natuurlijk op lucht en geluid. De stuurgroep geeft aan dat de inpassing van de randen van het gebied een gezamenlijke opgave is. En ook vraagt de stuurgroep aandacht voor bomencompensatie. En ook dat onderdeel zal zometeen nog verder aan de orde komen. Dan het vervolg. Gedeputeerde staten hebben op 14 december een besluit genomen over het landschapsplan. En hebben daarin ook het besluit genomen dat de planuitwerkingsfase pas aan de orde is op het moment dat aan twee voorwaarden wordt voldaan. Namelijk de eerste, indien helderheid is over de status van het werelderfgoed door UNESCO. En de tweede, indien er zicht is op financiering van het project. De status van het werelderfgoed nog het volgende. Op 31 januari ligt het landschapsplan voor ter besluitvorming in provinciale staten. Provinciale staten zullen eerst akkoord moeten geven op het landschapsplan. Dan zal formeel ook besluitvorming bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moeten plaatsvinden. En sinds afgelopen maandag gaat daar de staatssecretaris van Cultuur en Media over. En pas daarna kan de minister of de staatssecretaris het ook aanbieden aan UNESCO. Wat er dan gaat gebeuren, dat is onzeker. Er kan geen reactie komen van UNESCO. Dat betekent geen bericht, goed bericht. Waarschijnlijker is dat er wel een reactie komt en dat UNESCO ook een advies gaat vragen bij haar eigen adviesorgaan ICOMOS. En dat er een adviesmissie komt vanuit ICOMOS, dat dan in de loop van het jaar zal moeten plaatsvinden. En aan het eind kan er mogelijk ook besluitvorming plaatsvinden over die werelderfgoedstatus in het uitvoerend comité van het werelderfgoed. En dat kan op zijn vroegste in de zomer van 2023. En als daar besluitvorming is gepleegd, dan is ook zekerheid en helderheid over de status van het werelderfgoed. Dan kort nog iets over de financiën. We werken op basis van een samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9, ook door uw gemeenten ondertekend. Daarin is een aantal bijdragen gereserveerd. Die bijdragen die lopen op in zijn totaliteit tot 141 miljoen euro. De kosten van het project, dat zal de heer Teriele straks ook toelichten, bedragen 909 miljoen euro. En dat betekent ook dat er nog een financieel gat is. Daarvoor zal een inventarisatie gedaan worden voor de mogelijkheden voor de dekking van de financiën. En zullen ook gesprekken gevoerd gaan worden met het Rijk en de partners over de strategie om te komen tot de financiële haalbaarheid van het project.
En nogmaals, zicht op financiering is een voorwaarde om te kunnen starten ook met het vervolg van de planuitwerking. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie en zou ik graag het woord willen geven aan Magdalijn Sturm, de voorzitter van het kwaliteitsteam. Dankjewel, Pieter Jan. Fijn om hier vanavond te zijn en om uit te leggen voorafgaand aan de presentatie van het plan waar het natuurlijk allemaal over gaat. Wat het advies van het kwaliteitsteam is geweest en waarom wij tot het advies zijn gekomen. En dan mag die naar de volgende, Pieter Jan. Want Pieter Jan zei het al, een onafhankelijk kwaliteitsteam. En wij hebben op cruciale momenten in het proces vanaf 2019 geadviseerd over de tussenproducten die in het kader van het landschapsplan zijn gemaakt. Dus dat begon bij de analyse die er is gemaakt. En we hebben steeds gekeken van vinden we dat het plan dat er de goede dingen in staan. En wat zijn dan die goede dingen? Dat gaat over de kwaliteit van het landschapsplan, vooral in het kader van het behoud en de versterking van de stelling van Amsterdam. Pieter Jan heeft, Jan Labrein heeft veel verteld ook over de advisering van ICOMOS. En dat is het adviesorgaan van UNESCO. En zij bepalen of de status van het werelderfgoed niet wordt aangetast door de maatregelen, door de doorsnijding. Want als dat gebeurt in hun ogen, dan komt de status van werelderfgoed in gevaar. En daarvan is vanaf het begin af aan gezegd, dat willen we niet. We willen dat die status behouden blijft. En dat klemde nog eens te meer, omdat de stelling van Amsterdam verbonden is met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En zoals u ongetwijfeld heeft gezien, heeft die deze zomer ook de werelderfgoedstatus gekregen. Dus het was heel belangrijk dat door deze ingreep die status niet in gevaar kwam. En dat is natuurlijk problematisch, omdat het wel een ingreep is in het werelderfgoed. Maar het kwaliteitsteam heeft wel ietsje breder gekeken, want we hebben gezegd, het gaat niet alleen maar over de stelling van Amsterdam, want het plan moet meerwaarde hebben voor het hele gebied. En dat betekent dus ook voor het provinciaal landschap, beschermd provinciaal landschap, voor historische gebieden die er zijn, zoals het Oerij. Nou, daar gaat de heer Terriele zo meteen allemaal meer over zeggen, maar het team heeft dus naar meer gekeken dan alleen de stelling van Amsterdam, maar bijvoorbeeld niet naar ecologische waarden en dat soort zaken die wel degelijk in het plan aan de orde komen. Maar dat is niet de focus geweest van het team. Nou, wie zaten er in het team? Ikzelf als voorzitter. Ik ben bestuurskundige, heb ook in het kwaliteitsteam van de Beemster gezeten. Dus dat is ook mijn achtergrond, ook met erfgoed, werelderfgoed. Marienke Steenhuis, landschapshistorica met een stevige specialisatie op het gebied van werelderfgoed. Ook lid van verschillende kwaliteitsteams op alle terreinen. Rienke Groot namens het College van Rijksadviseurs. En Jan Winsemius, die lid is van de ARO en ook van het kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dus de achtergrond van de leden zit ook echt dat specialisme van het landschap en het werelderfgoed heel stevig in. Dan mag hij naar de volgende. Want ik zei al, we hebben een aantal keren geadviseerd op de verschillende momenten in het proces. En recent dus ons advies uitgebracht over het eindproduct, het landschapsplan zoals het er nu ligt. En daar zijn we ronduit positief over. Dus over de manier waarop het plan is opgebouwd, hoe het eruit ziet, dat het helder is, dat het heel goed beeldmateriaal bevat. Nou, dat gaat u zo meteen allemaal zien. Maar vooral ook over de inhoud. En daarvan zeggen we, nou, als je nu alles doet wat er in dat plan is opgenomen, dan voegt het kwaliteit toe aan de stelling van Amsterdam. Dus niet alleen maar het behoud van de kwaliteit, maar het voegt zelfs kwaliteit toe. Met nadruk wil ik zeggen, alle maatregelen uitvoeren en in samenhang.
Nou, en dan wat zijn nou de essentiële punten waarom we tot dat positieve advies zijn gekomen? Belangrijk is dat de urgentie van de aanleg van die verbinding, dat die goed is uitgelegd. Want dat hoorde u ook in het verhaal van Pieter-Jan Labrijn. Hè, een variant die misschien voor het werelderfgoed wel het beste is, maar helemaal het probleem niet oplost, dat wil je ook niet. Maar andersom moet je natuurlijk UNESCO ervan wel van overtuigen dat dit echt nodig is om die bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen. Nou, we vinden dat dat goed is beargumenteerd. En dan in de volgorde, want ik zei het al, het gaat erom dat al die maatregelen in samenhang worden uitgevoerd. Maar in het denken van ICOMOS, en dat is ook belangrijk, van hoe kijken zij en hoe sluit je daar ook op aan, staat het behoud van het erfgoed voorop. Hè, en dat zit dus ook in het plan. En dan zijn er maatregelen voor verbetering van het erfgoed. En dan de maatregelen die bijdragen aan de beleefbaarheid en de kwaliteit. Dus ze zijn allemaal belangrijk, maar in de volgorde waarin ze zijn gepresenteerd sluit het ook goed aan bij hoe UNESCO kijkt. Dan is er het punt, dat wordt straks toegelicht, maar er is een keuze gemaakt om een volledige knoop te maken bij de aansluiting op de A9. En er waren ook andere opties en die waren vanuit het oogpunt van het werelderfgoed iets minder belastend voor het werelderfgoed. Maar ook daarvan zegt het kwaliteitsteam, het is voldoende onderbouwd waarom je deze oplossing moet kiezen. En hij is vervolgens ook goed ingebed. Maar we kunnen de maatschappelijke belangafweging goed begrijpen. En we denken dus dat met dit plan belangrijk dat UNESCO ook die afweging zal begrijpen. Dan dat punt van de dorpsranden. Pieter-Jan zei het al, je gaat heel veel investeren in het gebied, in het werelderfgoedgebied van de stelling. Maar dan is het ook belangrijk dat je aan de randen van dat gebied ook kwaliteit toevoegt die daarbij past. En specifiek bij Zaandelft vraagt dat wel aandacht. En dan tot slot over de bomen. Ik zei al, het kwaliteitsteam heeft niet over ecologische natuurwaarden aan zich geadviseerd. Maar we hebben er natuurlijk wel oog voor gehad dat om het werelderfgoed de stelling van Amsterdam te herstellen, op een aantal plekken bomen en andere beplanting verdwijnt. En dat komt de openheid van de stelling, en dat is weer een van de universele waarden. Dat komt dat ten goede. Maar we realiseren ons natuurlijk terdege dat het belangrijk is om te kijken waar die bomen vervolgens worden gecompenseerd. Dus dat zijn de hoofdpunten van ons advies. En nu gaat Wolter Teriele verder met de toelichting op het plan. En dan gaat u hopelijk ook herkennen wat het kwaliteitsteam heeft geadviseerd. En als dat niet zo is of als daar vragen zijn, dan beantwoord ik ze straks graag. Mag ik heel even als voorzitter van dit overleg heel kort even nog inbreken. Er zijn nog meerdere mensen binnengekomen na de start om 7:30. En ik wil toch even ook aan deze mensen uitleggen dat wij geen handjes hebben voor het vragen stellen. Maar dat als ze vragen willen stellen, dat ze even naar de chat moeten om daar gewoon een vraagtekentje in te vullen. En dat we dat het liefst doen na de presentaties. Dus we hebben nu nog één presentatie, maar dan kunnen we daarna ook volledig aandacht tot ongeveer 9:00 besteden aan de vragen die er zijn. Dank u wel. En dan denk ik dat het nu goed is dat Wolter Teriele de inhoud van het plan aan u toelicht. Voorzitter, bedankt. Ik ga nu mijn scherm delen om te beginnen. Eens even kijken. Zo. Als het goed is, zit u nu een venster. En nu een presentatie, klopt dat? Ik wel, en ik hoop dat dat voor iedereen geldt. Oké, top. Dan introduceer ik allereerst mezelf. Mijn naam is Wolter Teriele van Kuiper Compagnons. Ik heb samen met Bos en Slabbers, Ton Venhoeven en erfgoeddeskundige Marinus Kooiman en Antea, waarvan mijn collega Lex hier straks ook voor vragen is, hebben wij 3 jaar lang een onderzoek gedaan en uiteindelijk in november dit landschapsplan opgeleverd.
Dit is de inhoud van de presentatie. U ziet, ik ga in op het doel van onderzoek en proces, de analyse, de prioriteiten die daaruit voortkomen, de keuzes die we hebben gemaakt, de effectonderzoeken en de kostenbatenanalyse en dan het landschapsplan zelf en de conclusies daarbij. Allereerst de doelstelling van dit project is heel belangrijk. We hebben een dubbele doelstelling meegekregen. Formuleer maatregelen voor behoud, herstel en versterking van die kernkwaliteiten, zoals de heer Labrijn zei, die OUV van het Werelderfgoedstelling van Amsterdam in dit plangebied. En pas vervolgens die verbinding A8-A9 in volgens het voorkeurstracé. Zorg dat die inpassing zo optimaal mogelijk is, zoveel mogelijk de stelling van Amsterdam behoudt en zelfs bijdraagt aan herstel en versterking. Dit is het proces geweest. Allereerst de analyse, het onderzoek, vervolgens de nadere analyse en het stellen van de prioriteiten. Dat was de volgende stap. We hebben daarbij ook de infrastructuur onder de loep genomen, want daar waren ook nog keuzes in te maken op onderdelen. En daarbij hebben we ook gekeken van wat is de effecten van die keuzes op het werelderfgoed. En dat heeft geleid tot bouwstenen. En die bouwstenen die zijn de basis van het landschapsplan geworden. En die bouwstenen hebben we dus uitgewerkt tot concrete maatregelen. We hebben koppelkansen erbij geïnventariseerd. Nou, tegelijkertijd zijn we in die fase aan de slag gegaan met ontwerpend onderzoek. U kunt zich voorstellen, heel veel landschapsontwerpers ook betrokken hierbij. We hebben vervolgens het landschapsplan gemaakt en dat betekent dat we die maatregelen hebben uitgewerkt en verbeeld, de omgevingseffecten en de maatschappelijke kosten en baat hebben onderzocht. We hebben in die fases ook afgestemd met stakeholders. Dat hebben we met dat ontwerpend onderzoek en werksessies gedaan. U moet denken aan de gemeente, de vervoersregio, Rijkswaterstaat, GasUnie, Golfbaan, het Hoogheemraadschap. Ieder conceptrapport hebben we ook besproken met ambtenaren van de provincie, uw gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van OCNW, het Hoogheemraadschap, de vervoersregio en natuurlijk Rijkswaterstaat. Er zijn ook stuurgroepen geweest en gedeputeerde staten is natuurlijk ook op gezette tijden geïnformeerd. Kortom, dit hele project is niet over één nacht ijs gegaan. En zoals u net allemaal hebt gezien en gehoord, er was ook een onafhankelijk kwaliteitsteam. Ik kan u zeggen, die hebben ons stevig aan de tand gevoeld bij tijd en wijle. En uiteindelijk, zoals u heeft gehoord, hebben wij op dit landschapsplan, dit eindproduct, een positief advies gekregen. Het plangebied, u zag het net al in de presentatie van de heer Labrijn. Oh, nu heb ik iets stoms gedaan. Pardon, verkeerd ingeklikt. Wacht even. Ziet u mijn presentatie nog? Ja, maar ja. Ik zie de presentatie niet meer. Excuus, dan moet ik even kijken hoe ik die terughaal. Ja, oh, zo is hij er weer. En dan probeerde ik hier de aanwijzer er even bij te halen. Die heb ik nu. Hier is natuurlijk ook nog dat bijzonder provinciaal landschap. En ik wilde nog even één detail toevoegen. En dat is dat dit stuk van het werelderfgoed van de hele stelling van Amsterdam is 10% van het hele stellinggebied, van die hele stelling rondom Amsterdam. En dat is ongeveer 1760 hectare. Wat hebben we onderzocht in die analysefase? De geschiedenis en de ontwikkeling van de stelling van Amsterdam, idem voor het landschap. En we hebben de analyse gedaan van de huidige staat van die kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten, moet u weten, dat is ook allemaal de methodologie van UNESCO die onze erfgoedspecialisten hebben gehanteerd. Dat gaat om woorden als authenticiteit, integriteit, de gaafheid en de compleetheid van de objecten en het geheel van dat werelderfgoed. Nou, die kernkwaliteiten,
Dat is het strategisch landschap. Dat is dus het landschap dat onder water gezet kon worden. En dat zijn inundatiekommen. Want die verdedigingsring aan de buitenkant kon je die onder water zetten. En dan had je daar langs die hoofdweerstandslijn de verdedigingsring zelf. En aan de binnenkant het veilige gebied. Aan de buitenkant had je dan ook nog de schootsvelden, de verboden kringen. Daar mocht niet gebouwd worden, want er moest vrij geschoten kunnen worden. Dus het strategisch landschap heb je. Je hebt dan het watermanagement systeem. Dat zijn natuurlijk de polden, de sluizen en de dijken om die inundatie, die onderwaterzetting te kunnen realiseren. En tenslotte had je de militaire werken. En dat zijn die forten die overal op die hoofdweerstandslijn stonden. En de geschutskoepels en dergelijke. Om de boel onder schot te kunnen nemen als de vijand zou komen. Nou, we hebben ook een beleidvoorstelling en de adviezen van UNESCO en ICOMOS doorgenomen. En wat zijn onze conclusies nou? Onze conclusies zijn allereerst die stelling van Amsterdam is verweven met het landschap. Die ingenieurs die tussen 1880 en 1920 daarmee zijn aan de slag zijn geweest, die hebben het karakter en de geschiedenis van het landschap gebruikt om die stelling te bouwen. Dus daar waar diepteslagen of oude polders, dat werden de inundatiekommen. Daar waar oude dammen en dijken waren, die hebben ze verwerkt in de verdedigingslinies, et cetera. Hartstikke mooi. We concluderen ook dat de stelling van Amsterdam in dit gebied een zwakke schakel is. Die stelling heeft haar defensieve functie na de Tweede Wereldoorlog verloren. De Kringenwet die zorgde dat die schootsvelden open bleven, die is opgeheven in de jaren 60. En dan zie je heel veel ontwikkeling. Je ziet dat die A9 er doorheen is gekomen, dat er woonwijken zijn gebouwd, bedrijventerreinen, en et cetera, et cetera. Dus het is al een zwakke schakel in die stelling van Amsterdam. Tegelijkertijd zien we ook heel veel kwaliteit bij die stelling in dit gebied. Onder andere die forten die zijn in de termen van UNESCO, de gaafheid en de compleetheid daar is nog wel aanwezig en ook de expressie ervan. De inundatiekommen die zijn wel aangetast, maar daar zien we ook nog kwaliteiten en natuurlijk die hoofdweerstandslijn, die verdedigingsring. De prioriteiten uit onze analyse die zijn de volgende. Dat is in die kernkwaliteit strategisch landschap is dat allereerst die hoofdweerstandslijn. Het herstellen en versterken en beleefbaar maken van die hoofdweerstandslijn. Ten tweede die aangetaste inundatiekommen. Daar moeten we hard aan werken om die zoveel mogelijk als het kan nog te herstellen. En ook weer beleefbaar te maken. Inclusief die schootsvelden, want die gebieden overlappen elkaar. En tenslotte het watermanagement systeem, daar zien wij een prioriteit in het herstellen van komkeringen, sluizen en dergelijke die dat inunderen beleefbaar maken. Zijn er dan dingen die geen prioriteit zijn? Ja, die zijn er ook. Die militaire werken, waaronder die forten, die zijn vooralsnog geen prioriteit volgens onze experts. Ja, we hebben ook gekeken naar het bijzonder provinciaal landschap, want een deel van dat landschap van dat werelderfgoed, maar ook het deel daarbuiten in de Assendelvoetpolders, heeft bij de provincie de status van bijzonder provinciaal landschap, BPL, vanwege landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische waardes. Daar hebben we ook naar gekeken en daar hebben we uit geconcludeerd dat er twee principes zijn, twee prioriteiten die hartstikke belangrijk zijn voor ons landschapsplan. Zorg dat je de landschappelijke karakteristieken zichtbaar en herkenbaar houdt of maakt. En versterkt de beleving, versterkt de openheid en de ruimtelijke dragers. U ziet hier in beeld wat die ruimtelijke dragers zijn. Nou, die karakteristieken, u begrijpt, dat zijn die verschillende landschappen. Want er zijn zeekleipolders, veenpolders, er zijn oude polders, er zijn jonge polders. Daar is het oerei en dergelijke. En er is die fenomenale openheid. Dus daar is heel veel over dat om rekening mee te houden in dat landschap. Tegelijk, ik zei het al, hebben we ook gekeken naar die wegverbinding A8, A9. Wij onderscheiden in die weg drie belangrijke onderdelen die nog verder onderzocht moesten worden. Dat is allereerst de functionaliteit van die aansluiting. Want je kunt hem aansluiten op de A9, op de A22, noordwaarts, zuidwaarts en dergelijke. Dat was één aspect.
Het tweede aspect was, hoe leg je die knoop aan? Doe je dat verdiept of verhoogd? Op maaiveld kan natuurlijk niet, want dan krijg je kruispunten met de A9 en stoplichten. Dus hij moest of verdiept of verhoogd. En tenslotte de ligging van dat hele tracé in de Stelling en in de Asserdelwerpolders. Nou, dan moet ik even bijzeggen, in de oude plannen uit 2017 stond er nog een half klaverblad in. Daar is onderzoek naar gedaan door ons. Nou, die tast ontzettend het erfgoed aan. En bovendien is die, daar hebben we met Rijkswaterstaat ook over gesproken, was dat klaverblad niet minder goed voor de bereikbaarheid, de doorstroming, verkeersveiligheid. Dus we zijn gaan kijken naar een knooppunt. Dus allereerst ook minder aantasting, met name hier wat betreft Fort Veldhuis. Dat komt veel vrijer te liggen dan als je hier een klaverblad in zou zetten. Betere doorstroming. Betere doorstroming betekent ook minder overlast, minder luchtvervuiling en minder geluidshinder. Dus daarom een knoop. Toen hebben we gekeken van ja, die aansluiting, die functionaliteit. De opties zijn een onvolledige knoop of een volledige knoop. We hebben toen besloten een volledige knoop te kiezen. Dat is een robuuster netwerk. Het is ook beter voor de verkeersveiligheid. Minder belasting voor het netwerk zelf, A22, Velsen-Tulders tunnel. En ook een lagere geluidsbelasting ten opzichte van een onvolledige knoop. Maar in vergelijking met een onvolledige knoop tast een volledige knoop het werelderfgoed meer aan. En dat komt omdat je hier een extra banen krijgt. Nou, die extra baan die zit hier midden in die inundatiekom dicht tegen die hoofdweerstandslijn aan. Dat betekent dat wij de conclusie trokken, we moeten extra maatregelen treffen om dat werelderfgoed toch te verbeteren en te versterken. En dat in een gebied dat al heel erg is aangetast, zoals ik al zei. Nu even dat derde aspect, dat is die verdiepte of maaiveldligging in de Asserdelwerpolders. Ik moet nog even zeggen vooraf, we hebben ook nog een tunnelvariant onderzocht. Dus dat je hem door die Asserdelwerpolders in een tunnel legt. Wat ik zeg, in het werelderfgoedgebied was die al verdiept, hadden we net gezien. Maar zouden we daar nog een tunnel van kunnen maken door de Asserdelwerpolders? Nou, dat had geen toegevoegde waarde voor het erfgoed en het landschap ten opzichte van een maaiveldligging. En hou er dan ook nog rekening bij dat je bij een tunnel ook nog hele brede tunnelmonden krijgt en dergelijke. En ook nog allemaal aanlegplekken. Nou, dus de keuze werd of een verdiepte ligging of een maaiveldligging. Dan ziet u hier de doorsnedes. Er was al gezegd, hij gaat over de Nauwe Narsjevaart. Dat is nog het oude project. Dan gaat hij onder de Dorpsstraat door dat bijzondere karakteristieke dorpslint. En dan ofwel een maaiveldligging en dan in het werelderfgoed weer via, in de diepte. Of in één keer vanaf die Nauwe Narsjevaart de diepte in. Wat hebben we gezien als we die opties vergelijken? Die verdiepte ligging is zo diep dat je geen borden of verlichting boven het maaiveld ziet. Die maaiveldligging daarentegen, ja, dan zie je dus natuurlijk alles. Dat verstoort de openheid van dat binnengebied, het nationale réduit, zoals dat heet, in het erfgoed van de Stelling. Bovendien, bij die maaiveldligging moet je de communicatie weg of onderdoor doen of er overheen. Ja, dat betekent een aantasting van die authenticiteit van die communicatieweg, want die is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Als we kijken naar het bijzonder provinciaal landschap, dan zien we dat die verbinding A8-A9 in dit gebied het sloten- en verkavelingspatroon doorsnijdt. Maar dat effect is het meest aantastend bij de maaiveldligging. Bij de verdiepte ligging is dat minder, omdat je ook onder het water van de kaik doorgaat en onder de communicatieweg. En tenslotte, die maaiveldvariant is natuurlijk ook heel negatief voor de beleving van die openheid. En dat geldt bij een verdiepte ligging nauwelijks. En tenslotte, de omgevingseffecten bij een maaiveldligging heb je een veel grotere toename van de geluidsbelasting in Assendelft en in de open polders. Vandaar
een keuze voor een verdiepte ligging. U ziet hier dat nog even heel mooi in het schema samengevat hoe die daar allemaal onderdoor gaat. En u ziet hier ook in deze twee schema's hoe alles wat te maken heeft met de weg dus onder het maaiveld komt te liggen door die diepte van die verdiepte ligging. Kortom, we zijn uiteindelijk gaandeweg dit onderzoek gekomen tot 4 bouwstenen. En dat is de bundeling van die prioriteiten. Het herstel en versterken van die hoofdweerstandslijn. Herstellen en versterken van inundatiegebieden en die schootsvelden. En herstellen en versterken van dat watermanagementsysteem. En daar hebben we van gezegd niet alles, maar voor zover nodig om die inundatiegebieden weer beleefbaar te maken. Ja, we zouden die inundatiegebieden zelfs af en toe weer onder water kunnen zetten als dat systeem weer werkt. Ten slotte hebben we de inpassing van de verbinding A8 en A9 ook als bouwsteen geformuleerd, inclusief het inpassen van de bestaande A9. Nou ja, we hebben net al die hele inpassing besproken, die verdiepte ligging over het hele tracé. Maar daarnaast gaat het ook over inrichtings- en vormgevingsmaatregelen voor die A8 en A9. Want als je die weg dan door erfgoed en landschap aanlegt, doe het dan in één keer goed. En daarom ook die A9 daarbij meenemen. Zelfde ontwerp, zelfde kwaliteit van inpassen om de beleefbaarheid en herkenbaarheid van de stelling waar die A9 doorheen schiet te vergroten. Nou, voordat ik nu inga op het landschapsplan zelf, wil ik even stilstaan bij de effectenonderzoeken en het MKBA. Die hebben we natuurlijk gedaan toen we al die maatregelen van het landschapsplan hadden geformuleerd. Maar ik bespreek ze nu even vooraf. Die effectonderzoeken die gaan over de effecten op de kernkwaliteit van het werelderfgoed. Landschap, cultuur, historie, archeologie, dat zijn standaardonderzoeken bij infrastructuur. Dat gaat dus niet alleen over het werelderfgoed, maar ook archeologie in de ondergrond. En ook het bijzonder provinciaal landschap natuurlijk, kom ik later allemaal op terug. Verder ook bodem en water onderzocht, natuur, kom ik ook later op terug. En leefbaarheid, geluid en kwaliteit. En daar gaan de volgende dia's over. De luchtkwaliteit. U kunt dit uitgebreid nog lezen in het rapport en in een van de vele bijlagen, in dit geval bijlage 6. Maar even hier wat figuren ter uitleg. Wat ziet u in het figuur links? Dit zijn de rekenresultaten voor stikstofdioxide. Alle puntjes bij elkaar in die figuur, zijn in die figuur bij elkaar gezet en dit is de verandering van de emissieconcentratie in 2030 in de referentiesituatie, dat is de horizontale as, ten opzichte van de situatie in 2030 met de verbinding A8 en A9. Nou, aan de bovenkant van de diagonaal is het een verslechtering, aan de onderkant een verbetering. Nou, u ziet, het gaat op enkele punten zijn er verslechteringen, op enkele punten zijn er verbeteringen. Nou, in het slechtste geval is een verslechtering 1,5 microgram per kubieke meter. Bij die verbeteringen, en er zijn meer punten verbeteringen, en die zijn ook wat groter, dan gaat het tot 2,2 microgram per kuub. Nou, voor fijnstof bestaan deze beelden ook. Die zien er nagenoeg hetzelfde uit. Wat lagere concentraties, wat kleinere effecten. Let op, het gaat om punten die de verandering aangeven van de situatie met weg ten opzichte van de situatie zonder weg in 2030. Wat ik heel belangrijk vind, kijk ook even naar dat getal 40 hier en daar aan het einde van de assen. 40 microgram per kubieke meter is de wettelijke grenswaarde. Dat is de wettelijke grenswaarde in Nederland. En u ziet dus, de situatie met de verbinding A8 en A9 blijft ver onder de wettelijke normen. De figuren rechts, dat zijn staafdiagrammen die laten zien wat de scenario's zijn van hoe het zit met de concentraties voor stikstofdioxide en fijnstof in Nederland in 2030 ten opzichte van 2020. Nou, dit zijn de autonome ontwikkelingen en die zijn gebaseerd op WLO, Welvaart en Leefomgeving Toekomstverkenningen. Daar hebben mensen voor gestudeerd bij het Centraal Planbureau en daar hebben de knappe koppen van Antea hebben dat dus op basis van die toekomstverkenning in wettelijk voorgeschreven luchtkwaliteitsmodellen uitgewerkt.
Die scenario's houden namelijk rekening met alles, met de ontwikkeling van de bevolking, van de economie, van de mobiliteit en of die ontwikkeling hoog is of die laag is en wat er gebeurt bij een hoge en een lage variant of tegelijkertijd hoog of tegelijkertijd laag. Enfin, dat is allemaal meegenomen en dan zie je dus de situatie in 2030 en dan zie je dat er overal een afname is van de luchtvervuiling. Dat heeft met heel veel factoren te maken. Denk ook onder andere aan schonere auto's, zuinigere auto's, maar niet alleen auto's, ook heel belangrijk het vrachtverkeer. Dus per saldo een totale afname van hier naar daar en van hier naar daar. En wat ook nog is, het is een dubbele afname, want de luchtvervuiling neemt af, de luchtkwaliteit neemt dus toe en binnen dat geheel neemt ook het aandeel van verkeer, waar we hier zoveel aandacht aan geven, neemt ook nog af. Even ook naar geluid kijken. U ziet hier wat plaatjes van het effectonderzoek geluid. Hier ziet u het verschil tussen de geluidsbelasting met de verbinding A8 en 9. Inclusief mitigerende maatregelen, zoals dat heet, en de referentiesituatie. En dat is in dit geval de situatie in 2030 zonder verbinding. Dus met verbinding en zonder verbinding. Nou, de verdiepte ligging, dat kan ik u zeggen, die verschillen. U ziet de puntjes, het is overal een hele grote afname. En dat komt door de aansluitvorm, die functionaliteit. De verdiepte ligging daarvan. Hier is ook al in meegenomen stil asfalt, zowel op de A9 en A8. En dat leidt dus van een enorme verbetering van die geluidsniveaus ten opzichte van de situatie in 2030 zonder die verbinding. De investeringskosten, de kosten-batenanalyse. Ik begin even bij de investeringskosten. Dit is in miljoenen euro's deze bedragen. Prijsspel 2021, exclusief BTW. Er zit een onzekerheidsmarge in dit soort berekeningen van circa 25%. Belangrijk als u deze bedragen ziet. U ziet hier de verdiepte volledige knoop en het deel van de weg in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daaronder zit uw deel in de Assen-Delft-Polders en daaronder de bijkomende maatregelen. Dat zijn de noodzakelijke maatregelen vanwege die verbinding. Denk aan de verzorgingsplaatsen die verplaatst moeten worden. De golfbaan, vastgoed dat verplaatst moet worden. Kabels en buisleiden. Die zijn dus technisch en ruimtelijk noodzakelijk. Dan heb je de overige maatregelen. Dat zijn alle maatregelen die verder noodzakelijk zijn voor herstel en versterking van het werelderfgoed. Ik zeg verder noodzakelijk zijn, want het mooie is dat in die maatregelen voor het aanleggen van die verbinding zitten ook maatregelen die bijdragen aan het herstellen en versterken van het werelderfgoed. En dat komt bijvoorbeeld doordat je in die inundatiekommen die verzorgingsplaatsen moet weghalen en die golfbaan weghaalt. Dus vandaar. De investering, u ziet het in totaal ongeveer 909 miljoen euro. Dan over de baten. De baat, hier ziet u wederom die scenario's van het CPB terugkomen. Een laag en een hoog scenario. Dan ziet u dat de maatschappelijke baten bij een laag scenario 919 miljoen en bij een hoog scenario 945 miljoen zijn. Moet ik erbij zeggen dat daar niet alles in zit. Want er is geen rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde van dat werelderfgoed en dat landschap na het invoeren van dit landschapsplan. Inclusief wat dat betekent voor natuur en voor klimaatadaptatie. Daar zijn gewoon geen kengetallen voor die in de rekensystematiek konden verwerkt worden. Dus uiteindelijk de totale maatschappelijke baten zullen hoger liggen dan de hier gegeven bedragen. Goed, ik moet op de tijd letten, zie ik, maar ik kom nu pas echt aan het landschapsplan toe. Vier bouwstenen hebben geleid tot 40 maatregelen. Heel belangrijk in dit landschapsplan, in die 40 maatregelen zitten ook
maatregelen die de effecten die we hebben onderzocht mitigeren en compenseren. Denk aan bijvoorbeeld voor geluid en lucht. Zorgen we dat we voldoen aan de wettelijke normen. Watercompensatie, denk dan aan dat er waterberging geregeld kan worden in dit landschap en die inundatie kommen. Natuurcompensatie door het opschonen van die kommen en ook het beperken voor het effect op weidevogels. We hebben daar ook kansen voor benoemd voor nog extra maatregelen daarvoor. Denk bijvoorbeeld aan piekwaterberging, klimaatbuffering en ook het versterken van de ecologie. Nou, dat komt ook voor een grote in een volgende fase van dit project. Dat moet daar dan in onderzocht en uitgewerkt worden. Maar nu even de maatregelen die in dit plan staan. Ik begin bij die eerste bouwsteen, die belangrijke hoofdweerstandslijn, dat lineaire element, die continuïteit, die willen we versterken. Dat doen we door op sommige plekken, daar waar die dijk verzakt is of verdwenen is, die weer terug te brengen. Dat doen we niet overal, maar op belangrijke plekken wel. De beplanting, dat ziet u hier heel goed. We hebben goed gekeken naar hoe dat er historisch uitzag en ook hoe dat bij het landschapsplan. Ziet, hier ziet hij de hoofdweerstandslijn en daarachter de defensieve, nee, hiervoor de defensieve gracht. Dan ziet u dat hier bomen zijn en daarachter een rij knotwilgen die brengen, die verbergen ook die hoofdweerstandslijn voor een deel. En hier verderop weer beplanting, ook met die twee, de knotwilgen en die bomenbeplanting. Dat aanbrengen van die beplanting zorgt ook weer dat je die lineariteit van die hoofdweerstandslijn ziet. Nou, verder hebben we ook doorsnijdingen, aantastingen van de hoofdweerstandslijn aangepakt. En verder ook de beeldtaal en het materiaalgebruik. Ik ga snel door. Even een voorbeeld van zo'n doorsnijding is dat die communicatieweg die hier zat op de historische kaart in 1925, die is voor het autoverkeer strak getrokken en zo doorgetrokken. Wij willen die terugbrengen op de historische plek. U ziet hier trouwens even de golfbaan in deze huidige kaart. En u ziet ook nog iets opvallends, ik moet dat even noemen voor straks, die inundatiekering, die twee kommen van elkaar afscheid. Die inundatiekering die is ook helemaal footsie geraakt. Maar voor nu even terug naar die communicatieweg. Zo lag die historisch. Wij brengen dat terug dus hier. En voegen dan ook weer de beplanting terug. U ziet ook weer hier waar ook de golfbaan lag. Brengen we die polder met al die watergangen terug. Ik kom nu even snel op de verbeelding. Ik moet daar even doorheen roetsen. Die verbeeldingen, hartstikke belangrijk. Daar is een website voor opgetuigd. Die kunt u weer vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Dat is een website, daar kunt u op de kaart op pins drukken. Dan kunt u 360 graden de beelden zien hoe het er nu uitziet en hoe het er komt uit te zien. En daar zitten ook vogelvluchtbeelden bij. Maar dit zijn in ieder geval de 360 graden beelden. En daar neem ik u even in mee. Hier ziet u dan die communicatieweg die hier nog, waar auto's rijden, op deze plek lopen. En hier is hij verlegd op zijn historische plek. De boombeplanting langs de hoofdweerstandslijn is ook weer terug. Nou, zo doen we dat. Hier ziet u nog een voorbeeld van de beeldtaal. Hier liep vroeger ook een dijk van de hoofdweerstandslijn. We maken die coupure zichtbaar met kort en stalen platen, zodat je ziet, oké, hier is een coupure van het gebied. Kijk, dit blijft gewoon staan, die staat hier nog achter, maar we laten die coupure zien en we brengen die beplanting terug. Dat versterkt die beleving van de hoofdweerstandslijn. Nou, hier een belangrijke waar u heel wat bouwstenen in één keer bij elkaar ziet. Ik begin weer bij de hoofdweerstandslijn. We brengen die beplanting hier terug van die hoofdweerstandslijn. U ziet hier die defensieve gracht ervoor. Dit is het inundatiegebied. Nou, dat was natuurlijk een vlakke vlakte. Dat betekent dat we hier die kleine bossages, die begroeiing wegbrengen, weghalen. Maar u ziet hier ook die aantasting van die extra weg. Dat betekent dat we ook heel veel kwaliteit hebben, inspanning hebben gedaan om dat weer te verbeteren. Hier ziet u... dat is vanaf hier een plaatje. Dan kijken wij dus vanaf hier het gebied in.
dan ziet u hoe dat er nu uitziet en hoe dat er komt uit te zien. U ziet de extra weg op afstand. En we hebben daar ook wat auto's ingezet om duidelijk te maken, ja, dat je die weg echt gaat beleven. Ook hier die extra weg hier beneden. Tegelijkertijd ziet u dat we die beplanting hier terugbrengen. U ziet hier mensen lopen, want er komt een wandelpad, waardoor dit ook voor recreatie een mooier gebied wordt. Hier ziet u nog een voorbeeld voor en na. En we gaan nu verder naar het noorden in het plangebied. Dan ziet u hier, dit is de knoop ter hoogte van de Broekpolder. Hij is helemaal verdiept, ook aan deze kant verdiept. Hier ziet u de bestaande A9 er doorheen gaan. U ziet het, dat is gewoon een foto van de huidige situatie. Maar die verdiepte ligging ligt hierin. We hebben er een vrachtwagen in getekend. Hier zou je die vrachtwagen niet zien, maar hier komt hij naar boven om de A9 op te kunnen. En daar hebben we hem weer in getekend, want we willen het niet mooier maken dan het is. Zo ziet u hoe dat eruit komt te zien. Hier, dat is genomen vanaf de grondwal. Oké, deze beelden nogmaals staan ook op de website. Hier een foto vanaf dat Veldhuis in oostelijke richting. Dus dit is allemaal opengemaakt in de toekomst om weer dat open, kenmerkende opende gebied terug te brengen. En ook weer nieuwe beplanting toegevoegd zoals het was in de stelling van Amsterdam. Nou, deze kon ik u niet onthouden, deze vogelvluchtbeeld. Want hier ziet u ook weer heel veel. U ziet hier de hoofdweerstandslijn op zijn, hoe die was lopen. U ziet hier dat we die communicatieweg weer terugbrengen op hoe die was. En we kunnen hem dan ook afwaarderen, want die weg komt hier te liggen. U ziet hem hier verdikt liggen onder de hoofdweerstandslijn, onder de Groene Dijk door. Dat betekent dat we deze weg kunnen afwaarderen. Ik zou zeggen, je kunt zeggen vanuit de kwaliteit van erfgoed en het landschap dat we hem eigenlijk opwaarderen. Want dat betekent dat we hier de auto uit kunnen halen of auto te gast kunnen doen. En dat dit dus een mooie fiets- en wandelrecreatieve verbinding langs die hoofdweerstandslijn kan worden. En u ziet hier ook weer het landschap terug met die watergangen en het groen. En zo ziet u dat nog even hoe wij ons hebben laten inspireren door een historische luchtfoto uit de jaren 30. De laatste bouwsteen die ik nog even laat zien zijn de schootsvelden en een inundatiekommen. De ene laatste. Dat open agrarische landschap brengen we terug met ook die verschillende landschapstypen. Hier de inundatiekommen, hier de inundatiekommen. Rondom de A9 hier ook weer met de polderstructuren, met het herstellen van die inundatiekering die hier lag van het watermanagementsysteem. We brengen dus die karakteristieken weg en dat is ook ten bate van dat bijzonder provinciaal landschap. U ziet hier hoe we dat uitwerken. Dit zijn voorbeelden van hoe we dat in dit gebied doen met andere landschappelijke karakteristieken dan in dit gebied. Of om precies te zijn, in dit gebied. Hier wat verbeeldingen ook weer. Hier kijken we de andere kant op. En dan ziet u ook dat door de aanleg van die weg, die tankstations. Dit is Akermaat en dit is 12 maart. Die gaan weg. We krijgen dan weer dat authentieke landschap terug. Wat we ook nog extra doen is dat we hier aan de kant van Broekpolder de bomenrijen die daar voor een deel al zijn. Maar die trekken we ook door op de grondwal die bij Broekpolder ligt. Dus dat zijn hele mooie verbeelding van de maatregelen. En dan tenslotte die bouwstijl van het watermanagementsysteem. Nou, ik heb al wat voorbeelden genoemd van hoe we daar onderdelen van verbeteren. En hier ziet u dat inderdaad die mooie kering komt hier weer terug in dit toekomstige landschap. Als dat tankstation weg is en ook dat fort dus mooi vrijkomt. En ook weer die bomenrijen terugkomen. Die wilgen aan de voorkant en die andere bomen aan de achterkant. De laatste bouwsteen is natuurlijk even de A8, A9. Ik heb daar al heel veel over gezegd, wat er allemaal weggaat. Wat betreft die nieuwe verbinding, principes zo groen en rustig mogelijk beeld. Zo'n dun mogelijke lijn door het gebied, verdiept op alle punten. Zodat al die ruimtelijke, die karakteristieke dragers zoals de Dorpstraat en de Kijk en de communicatieweg goed tot hun recht komen. En hier de Groene Dijk en de hoofdweerstandslijn.
Hier ziet u voorbeelden van wat weggaat in het gebied of veranderd wordt. We transformeren dat golfbaanterrein. U ziet hier net al die stations, maar hier ook bossages die weg zijn. Ik vind het heel belangrijk om ook te laten zien dat dat voor een deel komt door het aanleggen van die weg. En voor een deel maken wij dus dingen open. Hier ziet u nog wat voorbeelden van hoe dat gaat. Hier het terugbrengen. Hier loopt die weg. Het is echt zo verdiept. En hier brengen wij de bomen langs de hoofdweerstandslijn terug. Hier zijn we dan verderop. We zijn uit de stelling van Amsterdam. We staan op de Dorpsstraat. En u ziet hier ja werkelijk de weg verdiept eronder doorgaan. Zo is het nu en zo gaan we dat maken. Hier ziet u dat ook. Nogmaals, hier ligt de weg verdiept met een watergang ernaast, met een onverhard pad ernaast. Dat moet voor de veiligheid, moet daar dan Rijkswaterstaat er in de buurt kunnen komen. Maar doordat er een watergang is, kunnen we ook wandelaars in dit gebied toelaten. Want die watergang zorgt voor genoegen veilige afstand tot die verdiepte ligging, zodat we geen hekken hoeven te plaatsen. En dus die openheid van dat landschap kunnen waarborgen. Ten slotte, belangrijk, ik vind het ook even om te laten zien hoe we dit buiten het stellinggebied doen. Heel belangrijk is ook die inpassing. Als we die openheid van het landschap willen waarborgen, moeten we ook iets doen met de inpassing van de woonwijken. Dit is een gebied bij Zaandelft. Hier komen toekomstig nog woonwijken hieronder. Dus wij passen dit aan met natuur en met vergroening. Daar kan ook verdrassing in. En hier ziet u die verdiepte aansluiting. Dus ook die stadsranden goed inpassen. Nou, hier nog wat voorbeelden. En dan tenslotte de koppelkansen. Dat zijn de laatste aspecten voordat ik bij de conclusie kom. Dat zijn dan ook de laatste drie dia's. We hebben het al gehad over compensatie voor natuur en daar zijn ook koppelkansen in. Compensatie, het herstellen van bomenrijen is natuurlijk compensatie. Die bomenrijen op de hoofdweerstandslijn, maar ook op andere dijken. Maar bijvoorbeeld bloemrijke begroeiing, waarmee je die hoofdweerstandslijn ook markeert door de soort grasbegroeiing en bloemenbegroeiing die erop staat. Dat is ook weer een kans om biodiversiteit, daar hebben de gemeente en de provincie beleid op, om als die investering toch gedaan wordt, om dat ook te gebruiken voor jullie eigen biodiversiteitsbeleid. Inundatie komen voor tijdelijke inundaties, dat doen we voor de stelling van Amsterdam, dat je het af en toe weer onder water kunt zetten om dat beleefbaar te maken. Maar dat kun je ook gebruiken voor waterberging en dat betekent dat je dat ook kan gebruiken voor natuurontwikkeling. Nou, zo zie je dus dat die maatregelen goed zijn voor stelling en landschap, ook iets doen voor de compensatie en de mitigatie en ook koppelkansen leveren. En wij hebben hier ook aangebracht waar je natuurgebieden zou kunnen toevoegen, hoe je kunt aansluiten op bestaande NNN-gebieden. Hetzelfde geldt voor als wij daar dijken opknappen het landschap opknappen, dan gaat dat natuurlijk ook over wandelverbindingen aanleggen om het landschap beleefbaar te maken, zodat jullie bewoners uit de gemeente dit landschap kunnen gaan meemaken en ook die stelling van Amsterdam kunnen gaan meemaken van hey, hier ligt eeuwenoud, 120 jaar oud werelderfgoed. En dat je dus ook, daar hebben we ook over nagedacht, dat je dus ook met wandelverbindingen in dit gebied kunt komen. Wandel- en fietsverbinding. Afijn, de conclusies. Ze staan hier, u kunt ze zelf lezen. Al met al is de conclusie van onze experts, ook van het kwaliteitsteam, dit landschapsplan met wat wij doen voor het erfgoed en het landschap is per saldo een kwaliteitsimpuls voor de stelling en voor dat landschap. Deels ondanks en deels dankzij de verbinding 8A9 worden die kernkwaliteiten van de stelling van Amsterdam hersteld en versterkt. Ik zeg ondanks en dankzij, ondanks, want ja, het is een doorsnijding, maar dankzij die doorsnijding worden de verzorgingsplaatsen, golfterrein, bossage, grondlichamen worden verwijderd en dat is goed voor dat werelderfgoed. Daarnaast is die verbinding, deze hele operatie, dit hele project en de hele investering ook een vliegwiel voor het toevoegen van kwaliteit aan dit gebied.
De maatregelen, dat is een belangrijke boodschap. We hebben natuurlijk heel erg nagedacht over die maatregelen. Die grijpen in elkaar. Iets wat goed is voor die hoofdweerstandslijn of voor die inundatiekom is ook weer voor dat watermanagement systeem. Dat hangt op die manier samen. Maar dat strategisch landschap en dat bijzonder provinciale landschap hangen samen. En zoals u ook ziet, beplanting van de hoofdweerstandslijn kan ook weer wat voor biodiversiteit betekenen. Dus op die manier hangen die maatregelen met een bepaalde logica aan elkaar. En dat geldt ook voor die stadsranden. Want als je die openheid wilt waarborgen, dan zijn een mooie inpassing van die stadsranden met groen, zijn de omzoming van die openheid. Kortom, een samenhangend en integraal pakket. En zo moet dat ook doorgevoerd worden. Verder, ik zei het al, mitigatie en compensatie en ook, zoals dat heet voor het bijzonder provinciaal landschap, proportionele compensatie zitten in dit plan. Dit was mijn presentatie, dames en heren. Dankjewel, Wolter. Nou, uitgebreid verhaal, een duidelijk verhaal, mooie plaatjes. Nog even voor iedereen, als u een vraag heeft, een technische vraag, dus probeer het tot de technische vraag te beperken. Geef dan een vraagtekentje aan in de chat. En dat dat ook echt werkt, dat bewijst Natasja als eerste en Marianne als tweede. Maar Natasja Cornelissen krijgt als eerste het woord om even om een vraag te stellen. Niet even om een vraag te stellen. Natasja. Goedenavond, dankjewel voor de mooie presentatie. Ik heb één vraagje en dat betreft eigenlijk meer het gedeelte van Assendelft, om Zuid-Delft heen. Er worden heel veel recreatiegebieden ingetekend om daar liggen. Om Heemskerk en om Assendelft blijft het eigenlijk voornamelijk een vlakte. En wat ik vanuit onze bewoners heel erg sterk merk, is dat er eigenlijk wel heel veel behoefte is aan een recreatiegebied om Zuid-Delft heen. Dus mijn vraag is, waarom is daar nu niet voor gekozen en kan het eventueel nog meegenomen worden? Ja, ik denk dat dat de vraag voor Wolter is, ja. Merci, voorzitter. Ja, kijk, de openheid, hè, dat is een kenmerk dat wij wilden behouden en versterken. Maar ja, zeker, wij hebben wel in het rapport staan ook opties van hey, hoe kan je dat met openstellen voor recreatie. Ik noemde er net wandelen en fietsen, maar ook bijvoorbeeld die watergangen die met elkaar verbonden zijn. Hebben we gedacht aan bijvoorbeeld kanoën, hè, dat je dus ook door het gebied waterrecreatie kan doen. Daar hebben we ideeën over. Voor een deel zitten die in dit plan. Voor een deel zijn dit ook dingen, juist dingen, die met de gemeente in een volgende fase verder uitgewerkt moeten worden. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Marianne de Boer. Ja, dankjewel voorzitter. Ik denk een vraag aan Pieter-Jan Lebrijn. Dat heeft meer te maken met het begin van de presentatie over toch even de financiën. Ik ben erg onder indruk van het hele plan. Het ziet er echt super mooi uit. En ja, als we dat voor elkaar krijgen, dan mogen we met z'n allen in onze handjes knijpen, denk ik. Maar er stond, we hebben 141 miljoen brengen we met elkaar op dit moment. En de kosten zijn vele, vele malen hoger. En volgens mij een van de eerste sheets stond ook dat de N203 en de 8A9 is toch een regionale provinciale aangelegenheid. Dat was eigenlijk altijd het standpunt van het Rijk. En ik ben even benieuwd hoe jullie inschatten hoe dan toch dat enorme gat van de financiën, op welke mogelijkheden jullie daarin zien. Pieter-Jan, kun jij daar een antwoord op geven? Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik moet dat in de techniek beantwoorden. Laat ik het maar even zo zeggen. Dus ik kan daar niet meer over aangeven dan dat er gesprekken gevoerd zullen gaan worden met het Rijk. Met de partners, maatschappelijke organisaties, et cetera. Wij zullen onderzoek gaan doen naar mogelijke financieringsbronnen daarvoor. Dat is denk ik even het korte antwoord nu. Ja, ik denk ook dat de echte inschatting, ja, dat zal ook in gesprekken moeten blijken. Maar dat is ook wel iets wat de bestuurders dan bij u herkenbaar zullen maken. Ja? André Schipper. Voorzitter, mag ik u een kleine vraag stellen? 6, Heemskerk. Ja? Ik zie geen mogelijkheid om een vraag te stellen via de chat. Ik heb een molletje en dat blijft gewoon draaien. Ik kan geen vraag stellen. Ik zal u zo meteen ook het woord geven dan. Is dat goed? Dank u wel. Ja, dan ga ik nu toch eerst naar André Schipper.
Mag ik daar weer aansluiten als ik te verstaan ben? Want ik heb hetzelfde probleem, Bert Weijers uit Geestlokaal. Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik kan de chat niet gebruiken, maar ik heb wel een paar vragen. Oké, nou dan gaan we die zal ik zo meteen ook nog toevoegen. Ja, André Schipper, sorry. Ja, hallo. Dank u wel voor de presentatie. Ik zit nog een beetje met een vraag. De kosten-batenanalyse komt op 950 miljoen euro, of misschien nog wel meer. En een paar jaar geleden, toen ik heb hier nog een maatschappelijke kosten-batenanalyse, ik dacht van 2017, en daar kwam voor dezezelfde traject 572 miljoen uit. Dat is nogal een groot verschil. Ik vroeg me af, waardoor zijn die kosten-baten zo toegenomen? Dat was hem. Ja, met name de kosten, denk ik. Ja. Wie? Ja, niet alleen de kosten. De kosten, dat snap ik wel, dat duurder is geworden. Maar het gaat om de kosten, de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Oké, sorry. Dan denk ik dat bij Wolter ligt of bij jouw secondant. Ja, ik zit even te kijken. Ik kan er wat over zeggen, maar Lex, jij kunt er veel meer over zeggen. Lex, ben je er? Ja, goedenavond Lex Junia. Ja, de kosten-baatanalyse die voeren we uit op basis van de spelregels die daarvoor door het Rijk en de ministeries worden gesteld. En een van die spelregels is dat je moet rekenen met discontovoeten. Hè? Dus wat moet je aan rentelasten berekenen? Hoe moet je dat meerekenen in het geheel? Die discontovoeten worden één keer in de paar jaar vastgesteld door een commissie van hele wijze mensen, waar mensen van de rekenkamer en dergelijke in zitten. En die discontovoeten zijn in de periode tussen de vorige MKBA en de MKBA die we nu hebben aangepast. En het blijkt dat met name dat zeg maar die rekenregels ertoe leiden dat de baten veel hoger zijn dan in de vorige ronde. En op zich is dat ook niet verwonderlijk, zou ik willen zeggen, omdat aan de ene kant zou je kunnen zeggen het is verwonderlijk dat zo'n technisch uitgangspunt zo'n effect heeft. Maar we kijken in die kosten-batenanalyse naar een hele lange periode, een periode van 100 jaar in principe. En dat betekent dus dat kleine verschillen in dat soort uitgangspunten toch behoorlijk effect kunnen hebben op de totale uitkomsten. Ja, dus dat is de verklaring voor dit grote verschil. Mag ik daarop even een vraag? Kijk, het belangrijkste kosten-baten is de reistijden. Hè? De reistijden die gaan van de vorige keer was dat berekend op 400 miljoen. En nu kan ik me niet voorstellen dat ook met een discontovoet plotseling naar, het zal niet 950 miljoen, maar het was van de 572 miljoen de vorige keer, was 400 miljoen aan reistijden. Efficiëntie, om het zo te zeggen. Ja. Om nu te zeggen, nou 950 miljoen, omdat het nou plotseling verdubbeld dan is of zo, die reistijden. Want ik neem aan dat het dan ongeveer verdubbeld moet zijn. En dat lijkt me heel gek. Hè? Nee, nou ja, het aantal, in tijd gerekend, wat het effect is nu, is in principe gelijk aan, hè, dus de verkeerscijfers zijn in principe gelijk aan de versie die we in de vorige ronde hebben gemaakt. Dus dat heeft echt te maken met de manier waarop je die reistijdbaten moet uitrekenen. Ja, maar het geeft ook de gevoeligheid aan. Hè? En dat is eigenlijk ook. Maar daar kun je over discussiëren. Maar ik denk dat de techniek erachter is gewoon ook door de heer Runia wel goed uitgelegd, denk ik. Dus met uw goed vinden, meneer Schipper, dan zou ik graag naar de volgende vraag stellen. Ik zou wel graag dat er misschien nog een keertje een uitwerking van dit bedrag zou kunnen komen. Ja, ja. Dat vind ik een goede vraag. Ja. Alex Den Haan. Goedenavond, voorzitter. En allereerst de complimenten voor het mooie verhaal. Ook voor de website die ik al heb mogen bewonderen met die uitgangspunten. Werd erg prettig. Ik heb een viertal korte vragen, ook voor de context. Ik ben gemeenteraad zitten in de gemeente Heemskerk. Ik woon in de Broekpolder. Ik kijk letterlijk vanuit mijn voorkant op Akermaat. Dus deze mooie nieuwe verbinding zou bij mij in mijn voortuin komen. Maar dat is alleen maar voor jullie. Doet verder niet de zaken. Ik bekijk het natuurlijk in het grote geheel. Mijn vraag gaat wel over de mitigerende middelen voor de Broekpolder. Want er werd aan het eind van de presentatie gezegd, mitigerende middelen staan in het plan. Er werd tijdens de presentatie ook iets gezegd over de bomenrij en de extra bomenrij op de wal. Ik vroeg me af, zijn dat dan de enige mitigerende middelen? Verdiepen extra bomen? Of kunnen we nog ergens een overzicht
van al die mitigerende middelen die specifiek voor broekpolder zijn in het plan terugvinden. Wolter? Ja, in het rapport staan heel veel maatregelen genoemd. Er zitten wel verschillen in. Een deel van de mitigerende en compenserende maatregelen die zitten in het rapport zijn concreet gemaakt. En die hebben niet alleen te maken met geluid en lucht en dergelijke, maar ook voor een natuur en dergelijke. Maar voor een groot deel komt dat pas in een latere fase van dit project. Op het moment dat je dus het project verder gaat concretiseren in een provinciaal inpassingsplan, dan zullen er nog heel wat onderzoeken gedaan moeten worden en dan moet dat nog een slag geconcretiseerd worden. Ja. We hebben wel al, ik vind het een belangrijke om te noemen, we hebben wel al gezegd van je zou bijvoorbeeld kunnen gaan werken aan zeer stil asfalt. Dat is echt eentje waarmee je, zoals ik ook op zo'n plaatje liet zien, een enorme slag kan slaan om nog dat laatste stukje geluideffect te verbeteren. Nou, dus dat is even een belangrijk om te noemen. Dankjewel. Alex, je had 4 vragen, hoorde ik. Oh ja, dus, sorry. Ik zal het dus, korter houden. Ja, nou, maar ook de antwoorden misschien. Ja, ik zal de vragen kort houden. De tweede vraag die ik had ging over de stuurgroepen en de stakeholders die waren betrokken bij dit landschapsplan. Er werden een aantal genoemd. Er waren vooral ook bestuurlijke organisaties. Ik vroeg me af in hoeverre ook stakeholders en stuurgroepen niet van ambtelijke of overheidsaard waren. Bijvoorbeeld bewoners in het tracégebied. Zijn die ook hier al bij betrokken of komen die ook later aan bod? Pieter Jan, dat lijkt me een vraag voor jou. We hebben diverse partijen betrokken. Tenet, GasUnie. We hebben ook gesprekken gevoerd met het golfterrein. Recreatieschappen. Nou, Wolter weet het nog beter dan ik, want hij is bij veel gesprekken geweest. We hebben ook geprobeerd in gesprek te raken met onder andere Landschap Noord-Holland, land- en tuinbouworganisatie, maar ook de bewoners van de Broekpolder, houdt Broekpolder leefbaar, bewoners van Bus en Dam. Maar die hebben aangegeven zich niet te willen verbinden aan het project A8A9 en hebben zowel de ambtelijke uitnodiging als de bestuurlijke uitnodiging om mee te praten hierin naast zich neergelegd. Helder, dankjewel. Duidelijk. Ja, de tweede vraag sluit daar, of mijn ene laatste vraag sluit erop aan, is ook eigenlijk kort. Wat een van de dingen dat ik echt verbaasd was dat ik de plannen zag, is dat er een boerenbedrijf is verhuisd. Ik snap het in de context en het zou raar zijn om alles aan te passen, maar dan dat boerenbedrijf wat nog net tussen het fort en de A9 zit, om die dan te laten staan. Dus ik vroeg me dan ook in concreet af, zijn er nog meer bewoners? We weten dat de golfbaan dan zal verdwijnen, we weten dat dit boerenbedrijf uit de tekening is weggehaald. We hebben gehoord, we doen alles of we doen het niet. Zijn er nog meer concrete vragen, zijn er nog meer bewoners, bedrijven of woningen die moeten verhuizen, of hebben we het alleen over dit melkveebedrijf en de golfbaan? Wolter. Ja, er zijn er meer. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van de verdiepte verbinding onder de Dorpsstraat door, zullen er een aantal panden sneuvelen. Dat is volgens mij al voor een groot deel lang bekend, want het is gebied van het Rijksvastgoedbedrijf. Maar hoe dan ook, daar, dat is inzichtelijk gemaakt, zelfs op kavelniveau in het rapport. Dus ik weet dat zelf nu niet even uit mijn hoofd. Ik noem dit even. Wat betreft die boerenbedrijven hebben we echt heel goed gekeken van hoe ver ga je? Dus wat is echt nodig voor dat werelderfgoed? En op andere plekken hebben we gezegd, ja, hier is het ook niet ideaal, al die opstallen die er staan. Maar hebben we gezegd van oké, maar weet je, je kunt niet alles weghalen. Dus we hebben echt gekeken naar dat werelderfgoed. En dat is ook hartstikke belangrijk, want die twee doelstellingen die houden elkaar vast. Hè, zonder die, als de UNESCO werelderfgoedstatus kwijtraakt, nou, dan wordt dit nog een heel moeilijk project om die verbinding te realiseren. En andersom houdt natuurlijk ook die verbinding, zorgt ook dat je die verbetering van het werelderfgoed kunt gaan realiseren. Nou,
Dankjewel, Wolter. Maar de vraag was inderdaad, zijn er andere bedrijven die ook nog moeten verplaatsen? Nou, er zijn een paar, met name in de Dorpstraat. Waar ja, dat zijn woningen. Ja, dat zijn woningen. Woningen, ja. Ja, voor de Alex, de laatste vraag, denk ik. Ja, die is nog korter. In de financieringsmogelijkheden, daar gaat nog over gesproken worden, wordt nog onderzocht. Ik was heel concreet benieuwd, dus een ja-nee antwoord. Is er ook daarbij al nagedacht of rekening gehouden met eventueel tolwegsituatie of een rekening rijden met nieuwste techniek? Ik zou, Pieter-Jan? Ja, volgens mij moeten we daar nu op dit moment niet op ingaan. Okay. Maar is dat echt even iets voor de volgende fase? Ja, ja, in de onderzoeksfase. Ja. Oké, dankjewel. De heer of mevrouw Wil? Ja, Peter Wil, hallo. De heer Wil. Graag in deze wijk. In het overzicht van kosten was er een bedrag van ongeveer 100.000 euro opgenomen voor bijkomende maatregelen. En daar werd genoemd dat de verzorgingsplaatsen en de golfbaan de kosten van het weghalen daarvan daarin zitten. Maar ik vroeg mij af, komen die verzorgingsplaatsen op een andere plek terug? En komt de golfbaan op een andere plek terug? En zitten de kosten daarvan ook in dit bedrag? Ja, heldere vraag. Ik weet niet wie dat kan beantwoorden. Wolter? Ik zie Lex knikken. Het is overigens een bedrag van 101 miljoen. Hè, niet 100.000, maar 101 miljoen euro. Lex? Ja, we hebben, we hebben een kostenraming gemaakt die waar rekening is gehouden met, je zou kunnen zeggen, het verplaatsen van de golfbaan en het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen. Maar verder dan dat is ook niet meer dan een indicatie, omdat we nog geen beeld hebben van waar dan eventueel een nieuwe locatie van die verzorgingsplaatsen zal zijn en waar ook eventueel een andere locatie voor de golfbaan zal komen. Dus, want dat vraagt nog, beide vragen nog wel veel onderzoek. Overigens is voor de verzorgingsplaatsen daar al wel naar gekeken welke mogelijkheden er zijn langs de A9. Want in principe moet het ergens langs de A9 weer terugkomen. Voor de golfbaan ligt dat wat gecompliceerder. Dus ja, er is rekening gehouden met de kosten die nodig zijn voor het verplaatsen van die twee elementen. En overigens misschien nog even ter aanvulling. Een belangrijke kostenpost zit ook in het verplaatsen van de grote gasleidingen die door dit gebied lopen. En onder andere ook onder de golfbaan liggen. Ja, maar het gaat dus om het verplaatsen en niet alleen maar om het opheffen. Dankjewel. Ja. Dan ga ik naar Rob Karst. Voorzitter, dank u. Allereerst heel erg hartelijk bedankt voor de hele duidelijke en heldere presentatie. In de verbeelding die meneer Terriele gaf, zat een afslag op de A9 richting Alkmaar, waarbij de verdieping komt richting de nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9. Die afslag staat eigenlijk buitenom getekend ten opzichte van de huidige wegen die er nu liggen. Dus de aansluiting A22 op de A9. Daaromheen wordt nog een nieuw stuk gemaakt. En u vertelde in uw presentatie dat invloed heeft op de stelling. Omdat dat water wat daar ligt moet versmalt worden en dat geeft gewoon invloed. Mijn vraag is, is het niet technisch mogelijk om dat stuk buitenom te laten vervallen en de aansluiting A22 meteen ook de afslag te laten zijn voor die nieuwe verbinding A8, A9? Ik denk, ik zie Lex naar voren buigen, maar je microfoon, Lex. Sorry, ja. Ja, een van de belangrijke vraagstukken die we met dit project hebben gehad is inderdaad hoe we die aansluiting op een goede manier zouden kunnen maken. We hebben daar uitgebreid met Rijkswaterstaat ook over gesproken. Om zo'n aansluiting te maken moet je voldoen aan allerlei eisen die in het, zoals het dan heet, de richtlijn ontwerp autosnelwegen staan. Dat is een heel strak ontwerpkader wat je moet hanteren. En uit die hele analyse is gebleken dat als je de volledige knoop wilt maken, hè, dus zowel de A9 als de A22 wilt verbinden met de nieuwe wegverbinding, dan is dit eigenlijk de enige mogelijkheid die er is.
Als je die verbindingsboog weg zou laten, dan betekent dus dat je alleen de A22 koppelt aan de nieuwe wegverbinding. En dat hebben we als, zoals we dat noemen, de onvolledige knoop onderzocht. En daar is uiteindelijk niet voor gekozen. Dus een andere technische oplossing is er dus eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Nee, maar het is heel goed dat u meedenkt. Maar het zit in die twee varianten. Dank u wel. Ik ga nu naar meneer Eushes. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn complimenten voor het verhaal. Ik heb buitengewoon positief gebracht. Dat neem ik serieus. Ik was er van onder de indruk. Ik heb toch wel een aantal vragen. En dan vooral ook over die luchtkwaliteit. Want u gaf aan dat de luchtkwaliteit zelfs verbetert. Maar als je de RIVM kaart bekijkt, dan exact in de lus van de Akermaat tegen de Broekpolder aan, is dat ongeveer het slechtste stukje luchtkwaliteit van Nederland. En daar komt ook die lus te liggen. Dus ik vroeg me af, hoe kan het nou zo zijn dat er zoveel verkeer extra komt, al dan niet verdiept, tegen die woonwijk aan, en dat dan daar toch de luchtkwaliteit verbetert. Het is al een zeer zwaar belast stukje gebied daar al. Dus daar wil ik toch graag wat meer duidelijkheid over. Wat mij vooral ook opviel bij de presentatie en de foto's van het gebied is dat vooral het Heemskerk gedeelte, de golfbaan gedeelte, er heel veel groen verdwijnt. Wordt dat ook in het gebied van Heemskerk of iets dergelijks gecompenseerd? En zojuist gaf meneer, ik ben even zijn naam kwijt, excuus daarvoor, maar die gaf al aan dat er nog geen plek gevonden is voor de golfbaan, als die verplaatst zou moeten worden. Zijn er wel al ideeën over en is er ook nog een mogelijkheid dat die helemaal niet terugkomt? En dat zijn mijn vragen vooralsnog. Dank u wel. Ja, dank u wel. Wie wil hierop antwoorden? Wolter? Even te kijken. Het eerste ging over luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit. Daar kan ik iets over zeggen, Lex? Wil jij daar wat over zeggen? Maakt me niet zo uit. We hebben het ook voor luchtkwaliteit hebben we uitgebreide modelberekening gedaan op basis van de modellen die daarvoor verplicht zijn, zou je kunnen zeggen, op basis van de regelgeving die aanwezig is. En uit die modellen blijkt dat er, zoals Wolter ook heeft laten zien, het extra verkeer. Maar sowieso kun je zien dat in de totale belasting van fijnstof en stikstofdioxide het verkeer maar één van de onderdelen is. En dat allerlei andere invloeden eigenlijk veel grotere invloeden zijn. Dus alleen lokaal langs de weg is het wegverkeer echt belangrijk. En uit de modellen blijkt dat in de toekomstige situatie de luchtkwaliteit ten opzichte van zoals die nu is, nog verder zal verbeteren. De afgelopen jaren is die natuurlijk al sterk verbeterd. Die verbetering zal nog steeds doorzetten. Als gevolg van de verbinding wordt de luchtkwaliteit, nemen de concentraties lokaal wel wat toe. Maar dat is ten opzichte van hoe de situatie nu is, nog steeds een verbetering. Dus dat is even het antwoord voor de luchtkwaliteit. En dan kijk ik verder even naar Wolter. Nog twee andere vragen waren of er ook groene compensatie in Heemskerk plaats gaat vinden. Met het verdwijnen van onder andere de golfbaan. En of de kans is dat de golfbaan, of er al een plek gevonden is. Of dat de kans is dat die überhaupt niet terugkomt. Ja, dus even over die groencompensatie. Ook dat is voor een deel een kwestie van nader onderzoek, hoe je dat nou in de volgende fase, hè, als het concreet wordt, nog wat nader gaat onderzoeken. Wolter, je microfoon, sorry. Oh, ik zie het nu. De groencompensatie, hè? Ja. Ja. Eén. Er zit al groencompensatie in het plan. Dat is wat groencompensatie, onder andere omdat je die bomen terugbrengt langs de hoofdweerstandslijn op een paar andere plekken.
Maar voor de rest, hè, er zijn wettelijke verplichtingen om onderzoek te doen naar compensatie en mitigatie in de volgende fase. Dan zullen we daar ook nog eens een keer naar kijken. Wat is nog meer nodig voor compensatie en mitigatie? En waar gaan we dat doen? En dat is ook best een ingewikkelde, want tegelijkertijd moet je die openheid van het landschap en die stelling van Amsterdam behouden, van die schootsvelden en inundatie komen. Ja, en de laatste vraag was... Dat is de golfbaan. Ja, dat is volgens mij, dat is wat Pieter-Jan ook zegt, is dat nog een kwestie van nader gesprek met de club. Wat wel meespeelt is natuurlijk dat je zult moeten kijken als je daar een plek voor wilt vinden binnen het gebied, het plangebied, dat je rekening moet houden met die openheid die zo belangrijk is voor stelling en BPL. Ja, Pieter-Jan, wil jij daar nog iets op? Ja, het is denk ik even goed om daar iets aan toe te voegen. Hè. We hebben hier te maken met twee bestuurderen. Hè. Een bestuur dat het terrein in haar bezit heeft en een bestuur dat zeg maar de golfbaan exploiteert. Dat is gescheiden hier. Met beide besturen zijn we in gesprek hierover. Er is een mogelijkheid inderdaad om de golftrein wel terug te brengen. Maar dan moet het inderdaad een soort platte pannenkoek worden. En dan wordt het een poldergolfbaan. En daarvan hebben beide besturen gezegd dat is niet onze visie. En dat betekent de facto dat op het moment dat je dat niet wil, dat het golftrein op die plek in ieder geval moet verdwijnen. En wij zullen in gesprek gaan ook op het moment dat we een stap verder gaan in het proces en project. Hoe we dat vorm kunnen geven en of we dat vorm kunnen geven. Ja, dankjewel. Dus, heel veel dingen zijn natuurlijk nog gewoon onbekend. Ik wil nu graag naar Bert Weijers. Uit Geestlokaal. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, het is fijn dat, allereerst ook compliment van mijn kant voor de duidelijke presentatie. Was heel goed te volgen en ook de antwoorden die tot nu toe zijn gegeven, is allemaal prima. Ik bedank de heer Van Weel en de heer Hes voor hun vragen over de golfbaan. En hoef ik ze niet meer te stellen, want daar had ik ook vragen over. Dus dat is prettig. Ik wil nog wel even teruggaan op de vraag over de financiering. We zijn begonnen natuurlijk met een wat laag bedrag. 125 miljoen of zo kostte het hele gebeuren. Inmiddels zijn we natuurlijk aangeland op bijna een miljard. Ervaring met grote infrastructurele werken zoals dit ook is. Het is een groot infrastructureel werk. Dat de begrote kosten, die halen het nooit. Er worden flinke overschrijdingen gedaan. In de landen is dat allemaal bekend. En mijn vraag is dan ook of dat bij dit project ook valt te verwachten. Of zijn de eventuele contracten zodanig dat ze dus waterdicht zijn. Want als we niet oppassen, dan zitten we straks op de 1,5 miljard. En het kan maar allemaal, maar de financiering is nog niet rond, maar is wel een harde voorwaarde. Ik heb ook vragen gesteld in de gemeenteraad van Uitgeest aan de wethouder. Is het te verwachten dat degenen die participant zijn en waarvoor natuurlijk de raden en samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, is het te verwachten dat die kosten enorm gaan stijgen? In die bijdrage. Dus dat is. Dan zie ik in de presentatie dat er gesproken is met OCW. Maar de aansluiting 8 à 9 is natuurlijk een infrastructureel werk. Staat volgens mij ook niet aangegeven op het Rijkswegenplan. Maar is er ook gesproken met het ministerie van INW. Want dat is denk ik natuurlijk belangrijk, ook voor de infrastructurele inpassing. En is het daarmee te verwachten dat het ministerie van INW ook een bijdrage gaat leveren aan de kosten van dit project? Nou, dat is vraag 1 over de financiering. De tweede, hebben we het gehad over de verzorgingsplaatsen. Nou, nog niet bekend waar ze komen. Maar we lezen natuurlijk ook de kranten, ik denk ook allemaal.
En daarin staat dat de verzorgingsplaatsen weliswaar naar uitgeesten gaan. Ik neem aan dat u op de hoogte bent van de motie die is aangenomen in uitgeest, raadsbreed, dat de verzorgingsplaatsen niet op grondgebied van uitgeest mogen komen. En de vraag die ik daarin ook aan de wethouder heb gesteld, dus die stel ik hier ook. Kan de provincie de gemeente uitgeest dwingen om de verzorgingsplaatsen toch op haar grondgebied te laten bouwen, oftewel toe te staan? Dat is de tweede. De derde vraag is het open landschap. Nee, daar hebben we het allemaal over. Het is open landschap op maaiveldniveau. Nou, er staan wat bomen. In de toekomst zullen de bomen dus ook groot worden. Dus dat haalt het open landschap ook weer naar beneden toe. Maar er staat één ontzettend element in wat je door het hele gebied kan zien. En dat is de windturbine bij Heemskerk. Ligt het in de verwachting om toch de kwaliteit van het open gebied beter en goed te maken, dat dit ontzettende element wordt weggehaald? Nou, dat zijn mijn drie vragen. Ja, ik denk dat is goed. Hè? Ik denk dat we gaan hem heel technisch beantwoorden. Hè? Want hier zitten wel heel veel politieke kanten ook aan. En dat is aan de politiek en ook aan uw gesprekken met de wethouder en zo. Dus we gaan hem technisch beantwoorden. Met name Wolter, die steekt zijn vinger op. Misschien dat hij alles meteen wil beantwoorden. Nee hoor, maar voordat ik alle vragen vergeet, dacht ik, ik brand maar los. Even een paar dingen. Ik hoorde over de windturbine. Hebben we naar gekeken? Het is een kleine windturbine. Dit zijn nou dingen van die afwegingen waarvan we zeggen, laat hem staan zolang die er staat. Overweeg op het moment dat die op is. Hè, dat die op is. Overweeg dan om hem niet te vervangen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bepaalde hoogspanningsleidingen. Die zijn veel groter dan deze turbine die door het landschap gaan. Ook daarvan hebben we gezegd, nou, in sommige gevallen op het moment dat die vervangen worden, adviseren wij, dus een aanbeveling, doe ze onder de grond. Nou, ja. Dat is allemaal voor later. Dat gaat over het open landschap. Eventjes voor de goede orde over OC&W. Ja, we hebben met in de werkpraktijk met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gesproken. OC&W zat in de stuurgroep. Hetzelfde is bij INM. Wij hebben met Rijkswaterstaat gewerkt. Maar Rijkswaterstaat is natuurlijk de organisatie van het ministerie van INM. En daar zat ook weer een terugkoppeling in, INW, op het niveau van de stuurgroep. Dus managementniveau. Ik wil eigenlijk even, maar daar zat iets over financiën bij. Ja, even wachten, Wolter, want er waren drie vragen. De derde heb je beantwoord. Dat gaat over die windturbine. De eerste vraag ging over, worden de kostenstijgingen verwacht en zijn er ook met INW gesprekken gevoerd over financiering? Ik denk, Pieter-Jan, zou jij daar iets over kunnen zeggen? En ook hier hou het heel technisch, want eigenlijk zijn er ook al wel antwoorden in de presentatie op gegeven. Nee, helder. INW zit bij ons in de stuurgroep, dus daar wordt mee gesproken. Dat gaf Wolter net ook al aan. Het is niet aan mij om in te gaan of er gesprekken zijn gevoerd met INW over financiering, dus dat ga ik hier ook niet doen. De verwachting of de kosten zullen stijgen. We hebben als provincie een gerenommeerd bureau ingehuurd om een kostenraming en een goede kostenraming voor ons te maken, plus of min 25%, heeft Wolter aangegeven. Ik ga ervan uit, ik mag ervan uitgaan, dat Antea gewoon goed werk afgeleverd heeft. Ja, dus, maar goed, weet je, die marge die is ook genoemd. Die marge is genoemd. En ja, en er is ook wel gezegd in de presentatie van de hele financiering. Daar moet echt gewoon helemaal naar gekeken worden. Want het is een voorwaarde dat er een uitzicht is op een financiering. De derde vraag ging over de verzorgingsplaatsen die absoluut niet op het gebied van uitgeest mogen komen. Nou, dat vind ik echt wel een politiek punt. En de vraag of de provincie de gemeente kan dwingen. En daarvan
heb ik net in een beantwoording gehoord van, nou, het is helemaal niet bekend waar de verzorgingsplaatsen terechtkomen, want dat moet echt allemaal nog, dat allemaal nog uitgezocht worden. Dus het is ook een beetje, nou ja, wat je dan in deftig woord prematuur noemt, om daar nu ook op te antwoorden of het in uitgeest komt en of daar wat de positie van de provincie daarin zal zijn, want het moet echt helemaal nog uitgezocht worden. Ik hoop dat dat voldoende is. Pieter-Jan? Nou, er werd net aangegeven dat in de media geschreven wordt dat de verzorgingsplaatsen op uitgeestelijk grondgebied zouden komen. Dat wil ik wel hier ten stelligste ontkrachten, dat dat besloten zou zijn of ergens neergezet zou zijn. Het is mij niet bekend. Het bericht is mij ook niet bekend. We hebben in de plan meer 5 locaties onderzocht. En daar is het bij gebleven, waarvan er volgens mij 2 op uitgeestelijk grondgebied liggen. Ja, en dat is de stand van zaken nu. En dat zal in de planuitwerkingsfase verder onderzocht moeten worden. Ja. Ik heb nog 2 vraagtekens staan. De eerste is Mark Wit. Ja, dankjewel. Ik ben van de Raad Zaanstad. En ik heb nog 1 vraag overgehouden, want er zijn goede vragen gesteld al. UNESCO. Die krijgt per kwartaal 22, als ik het goed heb onthouden, het plan voorgeschoteld. En die hebben dan tot de zomer 23 nodig om een ei te leggen. En dan denk ik van, we hebben nog 8 jaar te gaan volgens mij voordat de eerste auto gaat rijden. Klopt het wat ik zeg? En in hoeverre is dat nou nodig dat UNESCO op zo'n goudgerand plan nog een keer een jaar moet broeden? Ja. Wie zal ik iets vragen beantwoorden, John? Ja, Marjolein. Ja, hallo. UNESCO is een organisatie, een internationale organisatie, dat helaas niet zo snel werkt. Wij versturen inderdaad in 2022 het plan naar UNESCO. En ja, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren, maar de verwachting is dat het adviesorgaan van UNESCO een advies over wil geven, eventueel nog een bezoek aan het gebied wil brengen. En dan wordt pas inderdaad de vergadering van 2023, en die wordt in mei 2023 gehouden, dan komt pas het plan aan de orde. Dus dat is, ja, helaas werkt UNESCO dus niet zo snel. En het is ons college nu een harde eis om zekerheid te hebben over de werelderfgoedstatus van stelling van Amsterdam Nieuw-Hollandse Waterlinie, voordat verder een besluit wordt genomen over de A8 A9. De verduidelijking, Marjolein. Ik geloof ook dat UNESCO 1 keer per jaar bij elkaar komt. Ja, ze komen 1 keer per jaar bij elkaar. Mark, dat is het antwoord. Dus en de zomer 2022. Ja, mag ik dan wel een aanvullende vraag stellen, ja. John? Ja. Heeft dat heet dan een opschortende werking? Ik heb ook wel ergens gehoord dat er tussendoor ook gewoon doorgewerkt wordt, vanuitgaande dat het UNESCO dit niet laat varen, dit plan. Heeft het een opschortende werking dat zij tot 23, zomer 23 de tijd nemen? Wie zou daarop kunnen antwoorden? Ja. Pieter-Jan, jij misschien, want in jouw presentatie had je het over de 2 voorwaarden, hè, waaraan voldaan moet worden. En UNESCO was er 1 van. Ik zit mij even af te vragen wat u bedoelt met een opschortende werking. Gaat iedereen op zijn handen zitten? Of gaan we gewoon door met praten met OC&W, INM? Gaan we door met plannen maken? De omgevingswet komt eraan. Dus gaat alles stil liggen tot UNESCO klaar is? Of gaan we eigenlijk gewoon door vanuitgaande dat UNESCO dit omarmt met indankbaarheid? Ja. Dat heb ik in mijn presentatie aangegeven. Voor dit college zijn er 2 voorwaarden om de planuitwerking in te gaan. De vervolgfase. Dat is 1, helderheid over de status van het werelderfgoed. En de 2e voorwaarde is zicht op financiering. En ook dat zal nog moeten. Dat zal ook nog wel wat werk met zich meebrengen, is mijn inschatting. Dus die sporen kunnen parallel gaan. Maar aan die voorwaarden zal wel voldaan moeten worden voordat we de vervolgfase ingaan. Ja, ik hoop dat dat helder genoeg is, Mark. Ja, Stella Pieterson. Ja, dank u wel. Ook van Raad Zaanstad. Ik heb 3 vragen. De eerste gaat even over stikstof en fijnstof. Daar is het net ook over gegaan.
Daar werd eigenlijk gezegd van dat het waarschijnlijk zelfs beter wordt dan het is. Maar dat kwam voor een groot deel, of in ieder geval voor een deel, door de elektrificatie. Wat nou als dat bijvoorbeeld tegenvalt? Dus wat is eigenlijk de verdienste van deze verbinding op het verhaal stikstof en fijnstof? Dat is één. Eerder in een eerdere presentatie vandaag van Magdalene Sturm kwam, stond dat er aandacht moet zijn voor compensatie of herplanting. Ik ben benieuwd wat dat concreet betekent en wie daar wanneer verantwoordelijk voor is. En de laatste is eigenlijk een beetje een opmerking en met een vraag. Het verhaal is nu dat we gaan de stelling van Amsterdam versterken door eigenlijk de aanleg van deze weg. Nou lijkt het mij stug dat we de stelling van Amsterdam niet zouden kunnen versterken als we deze weg niet zouden aanleggen. Dus ik vroeg me af wanneer de sessie komt met de kritische experts en ambtenaren. Dat was het. Die laatste vind ik een beetje lastig. Maar de eerste denk ik dat ik naar Lex ga. Dat gaat over de echte werking van de verbindingsweg op fijnstof en stikstofuitstoot. Ja. Nou ja, kijk, wat we doen is we gebruiken om die effecten te bepalen. We beginnen met het verkeersmodel waar de effect op de verkeersafwikkeling en de routekeuze en dergelijke uitrolt. Die informatie daar stoppen in de verkeersmodellen en die dat samen leidt dan tot een beeld van wat dat oplevert voor de luchtkwaliteit. En daar zit in die luchtmodellen zit standaard, zou je kunnen zeggen, een beeld van de autonome ontwikkelingen. En die autonome ontwikkeling, ja, dat wordt ook gewoon vastgesteld op basis van allerlei onderzoeken door RIVM en andere onderzoeksbureaus. En daar wordt rekening gehouden met allerlei effecten op de samenstelling van het voertuigenpark, zoals dat dan heet. Hè. En daar is elektrificatie is er één ding van. Maar het gaat ook over gewoon normstelling die er is voor vrachtverkeer bijvoorbeeld. Hè. Alle dieselmotoren van vrachtwagen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dat zijn gewoon harde eisen. Dus die resultaten zijn niet echt afhankelijk van het succes van elektrisch gaan rijden of zo. Dat is gewoon een autonome trend waarvan, en dat is in de afgelopen jaren ook wel gebleken in hoe dat de afgelopen jaar is gegaan. Dat is een voortzetting van de trend die we eigenlijk al heel lang zien en die in de toekomst verder zal gaan. Dus dat betekent dat grosso modo het beter wordt. Lokaal zal het wel zijn dat de concentraties iets toenemen, maar op andere plekken neemt het weer af. Maar de vraag was ook, Lex, draagt de verbindingsweg bij aan vermindering van stikstofuitstoot en fijnstofuitstoot? Dat is natuurlijk ook een vraag die te maken heeft met de effect op Natura 2000 en dergelijke. Daar hebben we nu op dit moment nog niet gekeken. Maar een van de belangrijke redenen van, of een van de factoren die van belang is voor de hoeveelheid luchtverontreiniging, is ook congestie. Hè? En wat je natuurlijk in de bestaande situatie ziet, is dat de doorstroming slecht is. Dat er wordt geremd en opgetrokken en dat soort dingen leiden tot veel meer emissie per gereden kilometer dan als het verkeer goed doorstroomt. Dus al met al is het per saldo het effect van de nieuwe verbinding, dat door de betere doorstroming en de vlottere verbinding per saldo het effect toch wel positief is op de hele kwaliteit. Overigens voor die stikstof, dan moeten we nog wel in de volgende fase vanwege al je jurisprudentiezaken, moet dat in de volgende fase natuurlijk nog wel gedetailleerd in beeld gebracht worden. Dat is helder. Ik denk dat dat wel een duidelijk antwoord is. De tweede vraag gaat over wie is verantwoordelijk voor de compensatie. Pieter-Jan, kun jij daar wat van zeggen? Ja, de bomencompensatie is onderdeel ook van de planuitwerking. In principe is daar wet en regelgeving voor en daar zullen we ook aan moeten voldoen. En daar zal in de planuitwerking ook een plan voor uitgewerkt moeten gaan worden. Dus dat komt. Ja, en daar zal dit soort vragen ook in beantwoord worden. Ja. En de laatste vraag was, wanneer komen er kritische ambtenaren, geloof ik, hè? Daar gaan we even niet op antwoorden als je het niet erg vindt. Misschien John, want ik voel me als voorzitter van het kwaliteitsteam ook wel een beetje aangesproken. Ja. Want volgens mij ging het over kritische experts. En het kwaliteitsteam is natuurlijk gevraagd als expert om te kijken. En dat is wel essentieel naar de kwaliteit van het plan, van het landschapsplan, wat gemaakt wordt omdat die aansluiting er komt. En mevrouw Pieterson zei van, goh, maar zou je al die dingen ook niet kunnen doen zonder dat die aansluiting er komt, hè? Ten dele zou je dat natuurlijk kunnen doen. Dus, en het is ook wel eens een verzuchting in het kwaliteitsteam dat
om werelderfgoed te verbeteren, er vaak eigenlijk iets nodig is wat het in eerste instantie aantast. Zo gaat dat in Nederland. Aan de andere kant is dat de kwaliteit van Nederland, dat we het land niet op slot zetten, terwijl we wel werelderfgoed hebben. Dus we zeggen niet, je kan niks doen, omdat dat werelderfgoed er nou eenmaal is. En we gebruiken het dus ook vaak om de kwaliteit van het werelderfgoed te verbeteren. Dus dat is wel een belangrijke waarde in Nederland. En een aantal dingen zou je ook echt niet kunnen realiseren zonder de aanleg van de weg. En dan noem ik bijvoorbeeld het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen. Maar ook het golfterrein. Wat als je kijkt naar de kwaliteit van de stelling toch daar echt niet aan bijdraagt. Dus er zijn ook dingen die echt niet zouden kunnen op het moment dat je die weg niet aanlegt. Ja, ik denk dat dat helder is. Maar er zit ook een waardeoordeel in over de kritische ambtenaren. En daar ga ik in ieder geval niet op in. Want dat heeft iets met professionaliteit en zo te maken. Nou, voor de duidelijkheid, ik heb niet per se iets gezegd over de ambtenaren en experts die er nu zijn. Maar meer dat ik denk dat er heus ook nog wel een andere visie mogelijk is. Dus dat. Ja. Dankjewel. Ik ga ook in verband met de tijd naar de allerlaatste vraag stellen. En dat is André Schipper, die een tweede kans of een tweede ronde heeft, hè, in politieke termen. André. Ja, dankjewel. Ja, ik sloeg nog even aan op het stikstofgebeuren, waar het als antwoord op gegeven werd. Nou, onder andere wordt stikstof minder doordat er minder congestie is. Nou weet ik van... Toen, rond 2015 of zo, toen was er een bijeenkomst met Rijkswaterstaat. En die gingen ervan uit dat er ongeveer 30% toename van verkeer gaat komen met de A8 en 9. Misschien niet alleen door de A8 en 9, maar dat was wel de gedachte dat de A8 straks 30% meer verkeer heeft. Is dat nog steeds wordt het nog steeds als de geldende wijsheid gezien of is er een nieuwe visie op? Lex, want het gaat over een model, hè? Ja, kijk, het sowieso is natuurlijk de situatie in Nederland dat ondanks allerlei coronadingen en ideeën om dingen, openbaar vervoer en dergelijke meer een rol te geven, dat we nog steeds zien dat de hoeveelheid verkeer en nog steeds groeit. Het aantal autokilometers neemt ook nog steeds toe en de verwachting is ook dat ook ondanks corona dat nog steeds wel door zal gaan. Wat als het gaat om het effect van de A8, A9 is het voor een groot deel een herverdelingseffect zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat op sommige wegen de hoeveelheid verkeer afneemt. Dat geldt natuurlijk heel nadrukkelijk voor de bestaande weg door Krommenie-Assendelft. Die heel sterk zal worden ontlast. Dat geldt ook voor de communicatieweg. Een van de dingen die, om daar heel terug te komen. En door het ontlasten van de communicatieweg zijn andere dingen mogelijk die alleen eens mogelijk zijn als je een nieuwe wegverbinding aanlegt. Maar op de nieuwe verbinding zelf zal inderdaad meer verkeer komen. Dat is natuurlijk evident. Maar je ziet het is dus niet een weg die leidt tot, zoals het dan heet, het manifest worden van een latente vraag, om het maar ingewikkeld te zeggen. Maar het leidt er vooral toe dat het verkeer wat er is en wat een bepaalde herkomst en bestemming heeft in het jargon, dat een veel betere en efficiëntere weg tot zijn beschikking krijgt. Ja. Gaat dus, om verplaatsing dus de weg van zal niet leiden tot een overal groei van het verkeer met 30% of zo. Dat is dus niet aan de orde. Nee. Dat is dus wat de Rijkswaterstaat destijds aangaf. Hè? Dat het verkeer op de A8 zelf in ieder geval met 30% zal toenemen. Nee, lokaal zal het inderdaad toenemen. Maar op andere plekken zal dat daardoor dus minder worden. Ja. Dat staat overigens ook uitgebreid onderzocht in de planstudie die eerder is gemaakt. Daar staan uitgebreide verkeerscijfers in. Ja, er zijn ook nog veel van dit soort gegevens na te zoeken, denk ik. Hè? Het is tijd. Het is bijna 9:30. Ik moet u allemaal echt complimenteren met uw discipline. Ontzettend goede vragen gesteld, ook technische vragen. En ik weet hoe lastig dat is, hè? Hoe snel je graag ook naar een politieke discussie wil. Dat is echt een dik compliment waard, dus dat wil ik graag uitdelen. Ik wil ook de inleiders bedanken voor hun scherpe inleidingen en de goede beantwoording van de vragen.
Ik denk dat het, en ik hoop in ieder geval dat het u allemaal geholpen heeft om een beeld te creëren van nou ja, wat zijn de plannen? Wat zou er eventueel kunnen gebeuren en wat staat er ook nog aan proces te wachten? Ik hoop dat u hier rijker vandaan gaat dan u hier gekomen bent. En met die woorden wil ik graag deze bijeenkomst en deze uitzending afsluiten. Dank u allemaal heel hartelijk. Dank u wel, fijne avond. Hartelijk dank. Bedankt voor de presentatie, dank u.